Een hele goede avond. Daar zijn we weer. Oh, wat erg zeg. We gaan weer gamen. Yay! En we gaan vandaag eindelijk weer een keertje Raft spelen. Zijn jullie er allemaal? Hebben jullie er zin in? Ik zou eigenlijk vandaag met jullie gaan tekenen. Maar ik had echt heel veel zin om te gamen. Ik was echt niet in de stemming. Mijn creativiteit is de laatste tijd echt in een dipje door die hele lockdown en iedereen thuis. Dus ik dacht, nou, als ik dan niet live ga daar, dan ga ik wel live hier. Dan hebben we in ieder geval gezelligheid vanavond. Hi. Ik zie een heleboel hoi's. Hoi allemaal. Ja, is het leuk. Yay, thank you. We houden hem erin, hè. Dat is voortaan gewoon de opening van elke stream. Maakt niet uit hoe mijn haar zit. Het zit gewoon altijd leuk. Het is altijd leuk om te horen. Hi. Ja, we gaan Raft spelen. En waar we laatst achter kwamen, is dat Kitta heel veel Raft heeft gespeeld. Samen met Jessie. Dat is haar vriendje voor Boekie. Die doet ook heel vaak mee met onze Among Us streams. En zij hebben het zoveel gespeeld. Echt 250 speeluur. Dat ze het sindsdien helemaal uitgespeeld hebben eigenlijk. Er was niet zo heel veel meer te doen. En nou hoorden ze dat wij het aan het spelen waren. Toen hadden ze zoiets van, oh, nou dan willen we jullie wel komen helpen. Dus eigenlijk heel spontaan zijn ze ook in één keer onze game gejoind. Of in ieder geval onze Discord. Want we moeten de game nog gaan opstarten. Ze gaan ons helpen vandaag. Dus vorige keer hadden we Thomas. En vandaag hebben we dus Kitta en Jessie die gezellig op ons vlot komen helpen. Dus de echte experts. Nou ja, dat was Thomas ook trouwens. Want die had het ook al heel lang gespeeld. Dus dat is altijd heel erg handig. Hoe lang duurt dit? Ja, gaan jullie dan nou al vragen? Ik moet nog beginnen, joh. Zolang we zin hebben. Ik zal eventjes de Discord aanzetten. Dan kunnen jullie in ieder geval iedereen horen. En dan ga ik kijken of ik al in de game kan komen. Ik weet niet hoe ver Rick inmiddels al is. Maar ik denk dat hij er al klaar voor is. Hallo? Hallo? Oké. Hallo. Nou, daar is iedereen hoor. Gezellig. Even mijn internet afsluiten. Yes! Zit jij er al in, Rick? Ja, that's what she said. Oh, sorry, ik voelde... Nou, hey, maar gelukkig staat mijn Twitch stream op 18+. Maar, oh, ja, gelukkig. Nee, ja, ik zit al in de game. Oké. En ik heb in Discord het wachtwoord gezet. Oh ja, dat je had er een wachtwoord. Oké, dus ik even... Ja, die heb ik gezien. Join ja, world. is niet... Maar nou moet ik hem live intypen. Ja, dat is niet zo handig. Dan moet je hem eventjes je op... Even mijn handen voor. Ja, dat gaat ervoor. Niet. Dat gaat niet. Waar heb je hem ingezet? Oh, in Rift. Oh ja, ik zie het inderdaad. Oké, 1 seconde. Niet schrikken. Wow. Ik ben zo weer terug. Oeh. Ja, ik denk dat het heel goed gaat. Nou, dat viel mee. Het hè? Was we echt 1 doen, seconde. Ik word er helemaal handig in. Ik heb echt super dorst. Nu al? Nee, begint het nu alweer. Ja, maar we hebben vet veel water hè, tegenwoordig. Ja, het is nog wel een beetje een rommel op ons vlot hoor. Sorry voor de rommel. Let niet op de rommel. Wat is dit? Oké, zo. Ja? Oh, okay. Nou moet ik ook nog eten. Ja, maar jongens. Wij zijn nog steeds aan het opstarten hoor. Dat duurt eventjes. Heb je weer M&M's? Nee, maar ik heb wel iets anders lekkers. Het is echt heel slecht hoeveel ik zit te snaaien altijd tijdens deze video's. Gisteren een halve zak Maltesers weg zitten werken. De vorige stream was mijn avondeten een zak M&M's. En nu heb ik musketflikken. Wat zijn dat? Wat? Musketflikken. Oh, dat zijn die dingen met die witte korreltjes. Ja, van die platte chocolade dingen met van die witte korreltjes. Dus als ik af en toe... Als je dat hoort, dan ben ik weer lekker aan het eten. Maar ik laat allemaal heel veel dingen zitten. Dat lijkt me een goed idee. Van die platte chocolade dingetjes. Nou, wat een gezelligheid. Hallo. Jullie lijken wel broers. Ja, dat zijn we ook. Jullie lijken op elkaar. Oh, nou gaan jullie ook een keertje zien hoe ik er zelf uitzie. Mooi goed. Mooi. Ja, mooi hè? Ja, het is echt heel prachtig. Ik was helemaal blij dat ik dat bovenkantje had gebouwd. Maar waarschijnlijk ziet het er vergeleken bij jullie hut nog niet zo heel interessant uit. Nou, is wel gezellig. Ja, is wel nee. We hebben zelfs een logeerbed. Wow. Wel maar eentje, dus we moeten wel even eentje bijbouwen. En hieronder hebben we de keuken. Kijk, we hebben één maar dat luxe is echt bed. Een troep hoor. Wow. King size. Ja, deze is van mij. We hadden vorige keer Thomas, een vriend van mij, op bezoek. Die is ook mijn moderator. En die was hier. Toen zei ik, ja, dan moet je wel natuurlijk het luxe bed hebben. Oeh. Dus ja. Die is van mij. Alle resources op. Ja, we hebben echt niks. Kijk, en ik zal jullie de keuken laten zien. Die hebben we hier beneden.
Maar die Rick die heeft allemaal palen neergezet. Ik blijf ook maar rondlopen trouwens met die beker. Ja, dat moet. Waarom zo? Oh, dat moet wel? Ja, dat moet anders dan. Ja, anders kan je niet. Anders kan in het midden niet dingen plaatsen. Ja, dat probeerde ik vorige keer uit te leggen hoor, maar dat werd niet in dank afgenomen. Oh. Oké, okay, nou ja, we hebben nog niet, het is niet het meest efficiënt ingericht ever. En die boxen die we hier hebben staan is ook een rotzooi, want alles zit door elkaar heen erin. Dus dat is ook niet echt georganiseerd. En we hebben ook geen voedsel, dus welkom op ons grond. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Maar we hebben heel veel haai, dus er valt wel haai te eten. Oeh, is altijd thuis. Ja, zit er nog iets in waarvan je denkt van, oh, interessant. Haai. Hi. Wat? Nee, ja, we zouden het eigenlijk even moeten sorteren, want er zitten een heleboel dingen die gewoon bij elkaar gecombineerd kunnen worden, volgens mij. Ja, dan kan je het beste doen als je die grotere chests kan maken. Oh, kunnen we die al? Die al, maar ik heb er wel meer metal voor nodig. Ik heb trouwens wel 10 aardappelen in mijn broekzak zitten. Oh nee, doe dat ding al. Oh nee, dat is zo lelijk. Hi. Ja, prachtig. Wil je een aardappel? Ja! Even kijken hoor, hoe drop je ook alweer? Oh ja, Q. Hier, heb je 9 aardappels. Ja. Maar je kan ze ook nog even bakken. Wow. Dat kan hier. Cool. We hadden uiteindelijk heel veel eten, want we hadden een haai dood en we hadden... Ja, klopt. We hebben wel meloenen, die zal ik even plukken. Maar ik denk, er is een eiland daar. Hey! Ik heb een meloen. Oh, ik heb nog geen wapens. Oh, jawel, ik wel. Hier. Kill hem. Oh, te laat. Ik schrik hem af. Hé, waar is mijn hamer nou eigenlijk? Heb jij die? Ik heb een hamer, ja. Of dat die van jou is. Oh, wow, wie is ons kok? Kitta, ben jij de kok? Ja, heb je mijn... Ja, dat ziet er goed uit, ja. Dat ziet er goed uit. Gepofte aardappelen, gebakken aardappelen, van alles. Kijk eens. Verbrande aardappelen. De mensen vragen, hou je meer van Raft of van Among Us? Nou, dat is toch wel niet echt te vergelijken eigenlijk. Nee, ze zijn totaal... Het zijn wel, ja, het zijn echt hele verschillende spellen. Het is ook net waarvoor je in de stemming bent. Want ik kan me ook voor zoiets over een jaar vragen dat je Among Us misschien wel weer gezien hebt. Als ik zo meteen dood ben, willen jullie dan op mijn spullen letten? Wat ga je doen? Ik heb honger. Ik heb honger en ik ga bijna dood. Hier, ik heb hier 2 watermeloenen voor je. Ik heb ze ingepakt in een doos. Oh nee, heb jij nou dat ook dat lelijke ding op je hoofd? Ja? Hey, ik heb een bel nog. Die bijna. Hey, neem je eigen gereedschap gewoon mee. Ik heb alleen deze. Oh, daar begin je gewoon mee. Ja. Oké. Okay. Nou heeft iedereen hem weer afgedaan. Nou heeft iedereen hem weer afgedaan. Oh jee, honger. Let's do it. Je hebt in het spel wel altijd heel veel honger. Ja, tenzij je gewoon goed voor jezelf zorgt. Ja. Ik heb hem trouwens een beetje richting het eiland gestuurd. Ik heb veel aardappelen liggen klaar aankomen. Nice. Even kijken of hier nog wat in zit. Ik heb hier nog sowieso 1 aardappel, die kunnen we er nog op doen. Voor de mensen die niet weten wat voor spel dat is. Het is overleven op een vlot. En dan proberen we er het beste van te maken. Ik denk dat dat de hele uitleg is van deze game, toch? En we gaan nu op weg naar dat eiland. Ja, maar probeer het maar. We hebben wind tegen. Ja, maar wat ik net dus zei. Mijn hakbijl is bijna stuk. Ik heb echt dit stukje hier. Dus gaan we daar het eiland dan op om fruit te zoeken? We kunnen alvast iron proberen te krijgen. Ja, we gaan even ijzer. Oh ja, dat kan je met die haak doen, hè? Ja. Hey, hoe kom jij nou zo snel aan die paddle? Die heb ik net gemaakt. Oh! Dat is niet zoveel werk. Ik moet even nadenken hoe je ook alweer iets maakt. Met tap. Anker of niet? Even kijken. Okay, we hebben metal nodig voor een anker. Zal ik even onder water kijken? Hebben we al kijk uit voor de haai. Ja, I know. Ik ga springen. Kijk uit voor de haai. Ja, ik heb op zich wel alles voor een anker. Hebben we al een anker? Nee. Moet ik even een anker maken? Dat zou fijn zijn. Oké, will do. Laten we meteen... touw maken. Was het genoeg touw? Ik geloof... Oh, ik kan ook flippers knutselen trouwens. Ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd, Romy.
Gefeliciteerd. Is er haai bij jullie? Ik heb geen idee. Ik heb nu een anker gemaakt. Maar ik ben weer rondlopen met mijn vingertje. Oké, okay, de haai heeft me... Waar kan ik hij hem doen? Hij is hier. Waar? Ik ga naar de andere kant. Ja, laat jij hem even af, dan... Waar? Ik ben naar de andere kant. Ah, kijk zo, daarom. Ploep. Oké, het anker is eruit. We moeten eigenlijk even die shark bait maken. Dat is wel handig, ja. Oh, ja, dat is inderdaad handig. Ik word aangevallen. Ja, ik ga heel veel wat water drinken hoor, want ik heb weer dorst. We hebben dat water nu binnengezet, maar eigenlijk is dat helemaal niet handig. Want nu moet ik weet niet of dat effect heeft. Zeg maar. Nou, je moet de hele tijd zo naar buiten lopen om weer dat water te pakken. Oh ja. Wat hadden we nou nodig, zei je? IJzer? Ja, oh IJzer. Shit, oh! Ik denk wel, waarom hoor je... Waarom reageer je niet, dacht ik. Maar ik stond op mute. Oh. Ik zit de hele tijd al te kletsen. Ik denk wel, wat is dat? Heb je op F10 gedrukt of zo? Nee, ja, ik af en toe praat ik tegen de chat natuurlijk. Oh. En dan doe ik dat niet als jullie erbij zijn. Oh. Maar ik wil zeggen, ik heb hier buiten staat natuurlijk zo'n vers water ding, hè? Oh ja, je hebt die grote gemaakt. Hele grote. Ja, dat is ook zo. Dat hadden we als laatste gebouwd. Ik probeer in de tussentijd mijn voedsel open te krijgen, hoor. Ze zijn niet zo lekker als nu van met kerst. Ik heb in ieder geval een beetje scrap gevonden. Ah, beter. Oké, ik ga eens even kijken of we hier wat dingen kunnen vinden, als metaal en zo. Ik ben die haai aan het steken, hoor. Dit is ik heb hem drie keer geraakt. Oh ja, hey, jij pakt mij. Oh, echt? Ik heb hem wel drie keer geraakt net. Als je de haai doodmaakt en je zeg maar laat liggen, dat je alleen maar het hoofd laat liggen, zeg maar. Ja. Dan duurt het langer voordat er een nieuwe haai komt. Oh, wat een goeie. Zijn we afgekomen. En hoe doe je dat dan? Ja, ja. Zorgen dat dat hoofd blijft liggen? Ik ben echt gewoon hartstikke dood. Want je pakt hem toch gewoon helemaal op? Nee, je pakt hem zeg maar stukje voor stukje op. Dus als je hem vier keer loot, dan krijg je alleen het vlees en dan blijft het hoofd liggen. Ja. En dan blijft hij langer weg. Aha. Oh, dat is wel beter, want dan hij is al best wel snel weer terug anders. Heeft een van jullie planken, dan kan ik even een nieuwe speer maken. Ik heb hier planken. Hebben jullie nog meer nodig? Oh, nice. Nee, dit is genoeg. Want dan maak ik even een nieuwe speer. Hier, neem jij dan maar deze, want deze is bijna op. Ik wil ook even een speer hebben. Ja, hier. Deze heeft nog een heel klein beetje, maar niet veel meer, hoor. Ja, ik wil eigenlijk een metalen speer, maar dit heb ik niet. Ja, speer. Ja, hij is wel bijna stuk, maar dan kan je in ieder geval voor iets. Komt u maar. Oh jee, ik moet even eten. Ja, wacht, ik heb ook nog een speer gemaakt. Ja. Honger. Oh nee. Ik heb de speer gebroken. Oh nee. Moet ik er nog een maken? Ik moet even wat eten. Oh, ik heb zo'n mango gevonden. Ik heb er net eentje. Maak flippers. Ja, zal ik dat maken? Dan kunnen we wel beter onder water zwemmen, hè? Hoppa. Ah, maar kijk wat ik daarvoor nodig heb, joh. Touw, vine goo? Vine goo? Wat is dat? Dat krijg je als je seaweed in de smelter stopt. Ah, ja. Maar dat lukt ons steeds niet om die te pakken. Nee. Die zitten, zitten in die, die planten die op zeewier lijken. Maar er zitten zeg maar van die gloeiende stukjes in en die kan je oppakken. Aha. Oké. Okay. Dat moet je me maar even laten zien dan, want ik... Jij was goed in verf maken, toch? Ik had ze hier net zitten, zeg maar. Ik wil erop, laat me erop. Maar ik heb ze al gepakt, dus ik kan het nou niet laten zien. Dat geeft niet. Ik heb hier klei en scrap. Ik kan klimmen. Je kan een kleine plantenbak aan de muur hangen, zegt iemand. Oh, dat ziet er leuk uit. Yeah! Oh, ik zie heb heel veel scrap en planken en ik heb soep. Oh, nice. Waar vind je nou een beetje dat ijzer? Dan. Ik want ik kwam vorige keer wel heel veel klei tegen, maar ijzer niet. Maar dat is... Of was het ijzeroor? Wat waren we aan het zoeken? Oor, toch? Ja, oor waren we aan het zoeken. Ja, ze zitten niet bij ieder eiland, volgens mij. En metaal nu niet op zitten. De zijkant van de stenen, zegt iemand bij mij. Ja, inderdaad. Klopt. Ja, daar zitten die zand- of kleidingetjes ook, toch? Ja. Niet per se. Oh, oké. Okay. Nee, die zitten meestal gewoon op de bodem. Ik zie ons allemaal hier in het water. Ah, jullie hebben alles al gehoord, volgens mij. Ja, geen idee. Hij is in ieder geval verzoet. Oh.
Hij durft niet meer. Hallo! Ik dacht even proberen natuurlijk. Wat is de bedoeling van Raft? Wat had me verkeerd? Overleven. Zorg dat je niet doodgaat. En zorgen dat je een tof vlot bouwt waar je op kan wonen. Ja. We ja, hadden inderdaad. Al een antenne voor een televisie. Die wil ik graag. Kan dat uiteindelijk ook echt? Oei! Een tv kijken? Ja? Nee, die antennes die zijn voor een receiver. Waar je uiteindelijk speciale plekken mee kunt vinden. Oh, over receiver gesproken. Ik heb muziek. Kijk. Wat? Ja, ik ga hem aanzetten. Op ja, wij doen al het harde werk wel, hoor. Ja, top. Ja, ik moet altijd even inkomen. Ik ga jullie maar voor hard werken. Dan ga ik hier dansen op de muziek. Oh, ik moet drinken, damn. Ik moet zwemmen. Behalve dat ik niet echt bereik heb. Voor mijn leven. Auw. Ah ja. Nu wel. Je hebt nog een bijl naast je vishengel. Ik heb nog een bijl. Ah, joh, ik zit nog helemaal niet op te letten. Oké, ik ga nu even weer actief. Ik krijg altijd op mijn kop uiteindelijk van Rick. Dat ik de hele tijd zit te niksen en dan in één keer ga ik vet hard. Toch? Nou ja, meestal is het dat jij al het werk doet en dat ik de hele tijd probeer het vlot drijvende te houden. Nee. Maar ik moet zeggen, vorige keer dat we Thomas erbij hadden, toen kregen we al meer resources. Maar volgens mij nu we met z'n vier zijn, krijgen we nog meer. Ja, vooral op het water. Hè. Het lijkt inderdaad alsof er dan veel meer in het water drijft. Ja. Ik probeer even op het eiland te komen hoor, maar dat is echt heel moeilijk. Ik ben een heel rondje gemaakt volgens mij. En dan kan ik heb vooral klei gehaald. Ik heb hier wel zeebier. Ik ga gewoon hier langs, dat kan. Ja, yeah, let's go! Hey, niet weggaan zonder mij! Wat is er? Oh, ik dacht dat... Dit is een let's go! Wat? Ik denk, niet weggaan zonder mij! Nee, niet weg van het eiland. Gewoon abandoned maar is. Oké. Ik was gewoon blij omdat de haai dood is. Nice. Dus we hebben weer voedsel. Dus we hebben lekker eten nu. Ja. Ik heb hier veel bloemen. Veel gooien nog, maar... Met die verf kan je denk ik gewoon je hutje gewoon mooier maken, toch? Ja. Verder geen... En ik hoorde dat die bloemen ook dienden voor medicijnen soms? Volgens mij niet. Oh. Nou, nah, ik weet het niet. Hey, hoe komen we daar helemaal daarbovenop? Via hier? Ga het proberen. Is iemand nog een beetje hout om te geel te gooien? Nul. Oh, ik heb een tunnel gevonden. Een tunnel? Met oor. Ja! Okay, nice. Wat zijn musketflikken? Nou, dat zijn diezelfde dingetjes als die je ook eet met kerst. Van die kerstkrantjes alleen, dan is het niet met kerst. Dus dan zijn ze gewoon rond en plat. Sorry, ik wist eens over de musketflikken, wat dat waren. Moeten we die haai nu laten liggen dan hier? Ja, ik heb alleen het vlees opgepakt. Zeg maar. Oké. Okay. Oh, wat goed. Wat deden wij dan altijd met dat hoofd? Oppakken zodat je het kon dragen? Ja, ja. Wij pakten gewoon altijd alles op. Wij pakken gewoon alles. Ik wist niet dat je, zeg maar... hoe noem je dat? Een gedeelte kon oppakken. Nee. Ja, wij kwamen op een gegeven moment ook achter dat hij dan ook langer weg blijft. Dus oké. Denken jullie dat ik naar de overkant kan springen hier? Kan je dat inschatten vanaf beneden? Oh, heb ik dat hele stuk gelopen? Heb ik vet honger. Er zit hier niks. Maar, ik kan nu niet meer. Er zit hier gewoon echt helemaal niks. Nee, jij valt naar beneden. Heb je jezelf bezeerd? Nee, het ging goed. Goed. Oké, dan kom ik ook. Ik kan echt helemaal niks vinden hier. Ik heb... Ik ook niet. Onder water is echt niks. Ah, kijk. Nee. Ja, ik denk dat jij het gewoon al weggehaald hebt. Ik heb 4 metaal oor. Oh, we zijn zo blij met je. Hey, muziek. Ja, ik hoor ook muziek inderdaad, ja. Ja, we hadden buiten dit gemaakt, dus dit is nu voor... Oh, ik heb 1 fine goo. Ja, die heb ik net gemaakt hier. Maar doe maar alsof jij het hebt gedaan, dat mag. Moeten we water bij? Nee. Oké, ik moet wel even wat eten. Oké, maar we hebben haai, hoorde ik net. Ja, maar we hebben geen... geen hout om het Wat een karige boot is dit. Ik heb plankjes erin gedaan. Ik ga water maken. Oké, ik eet wel een rauwe aardappel, want anders dan ga ik het sowieso niet overleven. Ik hoorde trouwens van Rick dat je dit spel ook helemaal kunt instellen. Dus dat je ook gewoon zo'n sandbox mode hebt, of dat je die haai kunt uitzetten en zo, toch? Ja.
Ja, je kunt aan het begin de moeilijkheid zeg maar, van je game instellen. En als je gewoon sandbox mode doet, dan kun je gewoon echt alles bouwen wat je wil. Kijk, jouw hard werken hier dan. Kost het ook niks. En anders kun je bijvoorbeeld inderdaad aanzetten dat de haai niet zo gevaarlijk is. Of dat hij niet aanvalt, of het vlot niet aanvalt. Dat soort dingen. Dat is wel handig. En dat is wel nice. Ja, op een gegeven moment kun je er ook wel voor zorgen dat de haai je vlot niet meer kan aanvallen. Ja, oké, maar dat is meteen vanaf het begin, zeg maar. Dat gebeurt gewoon niet. Kan ik iemand verblijden met een mango? 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 Niet je ziet er honderd uit. Ik wil wel een mango. Oké. Okay. Ik zie daar iemand zwemmen. Hier, ik heb haar ingepakt van je. Yeah, alsjeblieft. We moeten wat hout aan het halen. Ja, ik wilde net zeggen, moeten we maar eens even weer gaan varen, zeg maar. Dan kunnen we dat sowieso misschien wel doen. Ja, er zit hier niet zoveel meer. Oké, okay. Dan gaan we van die tonnetjes naar binnen, Harka. We hebben nu wel genoeg metaal voor een anker. Die je ook alweer omhoog kan halen. Nice. Dat is wel beter. Nou, ik heb in ieder geval nu wat planken. Heb ik net gehakt op het eiland. Ja, rustig gaan, wacht op mij. Ik kan naar je toe varen, maar het was dus niet echt goed, zeg maar. Misschien hielp het ook niet mee dat ik mezelf tegenwerk. Kan hier nog een... Juist. Even water. Wat een heftige muziek staat er aan. Ik heb maar één zender. Ik heb geen geluid. Volgens mij koppelief. Even kijken. Zo. Audio. Wij zijn druk bezig met alles water geven. Heb ik iets gemist? Vraagt iemand. Ja, alles. Moet je zeker even terugkijken. Even terugkijken. Je hebt hout. Ja, ik heb heel veel hout. Ik heb net gehakt op het eiland. Ik heb nu nog 12 planken over. Ik heb in ieder geval hier overal de planken onder geplaatst. Nee, wil er iemand een aardappel? Kunnen we tenminste wat eten? Ik heb die per ongeluk net opgepakt. Ik moet even mijn stream toespreken, hoor. Oh, zijn ze vervelend? Oké, ik eet de aardappel op. Hé, eigenlijk, hè, moeten we even buiten weer zo'n bak neerzetten. Want als we die buiten hebben staan, dan komt die vogel erop af. En dan kunnen we die ook doden voor die vogel-kippenbraad-drumsticks. Ja. Of is dat niet handig? Jawel, toch? Ja, dat is wel nice, inderdaad. Ja, we hadden dat voorheen ook buiten staan. Maar je kan hem nu gewoon niet... zo eentje buiten zetten met gewoon wat aardappelen. Ja, ik kan hem nu niet verplaatsen, want er zit wat in. Maar we kunnen wel even een nieuwe craften voor hier buiten. Oh, en iemand zei laatst dat we gewoon eigenlijk een heel grote zijkant moeten bouwen. Helemaal zo'n lange plank of zo. Dat handig was, in plaats van zo'n vierkante... voor het grijpen. Voor de netten is dat wel... Ja, en ook voor het grijpen van die spullen, zodat je er wat makkelijker bij kan. Ja. Oké, ik ga even kijken of ik zo'n bak kan maken. Kon dat hierin of moest ik dat via die tafel doen? I forgot. Via de tafel, denk ik. Ik hoor allemaal coördinaten of iets op die radio. Kan dat? Echt? Ja, we weten eerlijk gezegd ook niet wat het is. Oh, okay. Oh ja, hier zit het. Touw. Dus zover wij weten, zijn wij overal geweest. Oké. Wanneer hebben jullie het voor het laatst gespeeld? Ik deed het 2 geleden naar onderen. Oké. Kijk, moet je nou kijken hoeveel shit er aankomt? Dat hadden we echt niet door met z'n tweeën. Bezig, hoor. Waar heb ik nu... Oh, hij ligt gewoon hier op de grond. Oh, heb ik geen plek. Nou, doe ik dit even weg. Ik zit even lekker mezelf te kletsen. Kijk, goed zo. Hier, dan doen we hier even aardappelen in. Want dan kunnen we daar de vogel mee lokken. Doe gewoon even 1 aardappel erin of zo. Ah, goed, ja. Even kijken. Kunnen we die ook weer eten? Geen aardappel hierin. Hier heb ik een aardappel. Yes? Ja, deze maar. Zo, ik heb gewoon even 1 aardappel erin gedaan. Ja, bestaat er iets van GPS in het spel? Zodat je de coördinaten kan opzoeken, vraagt iemand. Ja, goede vraag, geen idee. Op een gegeven moment in het barrels... drumsticks. Ja, goede omschrijving, toch? Dan krijg je wat? Dan krijg je blueprints. Random in de barrels voor de antenna en de receiver. Oké. En als je die... Ik heb dat water hier helemaal zo. Als je die maakt, zeg maar, en neerzet... Ja? Dan krijg je, zeg maar, coördinaten naar de eerste plek waar je naartoe moet gaan. Ja, oké. Ah, dankjewel Anissa, op die plek vind je coördinaten voor de volgende plek. En... Als je dus iets wil doneren, dan kan dat gewoon met een superchat. Oké, dus we moeten eigenlijk straks even zo'n receiver bouwen. Ja. En dan komt je tekst in beeld. Daar heb je volgens mij best wel wat koper voor nodig, voor die receiver.
Thomas die zegt, je kan wel een radar bouwen later. Ja, dat is de receiver. Ah, oké. Okay. En wat kan je daar dan mee ontvangen? Waar je dan heen wil en zo? Ja, dan krijg je coördinaten waar je naartoe moet gaan. Ja, en hebben we dan ook ergens een kaart of een kompas of zo of iets? Nee, dat niet. Oh, wat heb dus je aan de coördinaten dan? Je ziet op een schermpje, je ziet een stipje en daar moet je naartoe gaan. Oh, oké, okay, dus het is wel te doen. Ik zie trouwens weer een eiland. Ik weet niet of we erheen willen. Die komen muziek. We daar net vandaan? Ik weet het niet. Nee, toch? Kijk, wat is er drie bomen staan. Ik heb net alles zitten hakken. Oh, oké. Okay. Dus ik denk het niet. Kijk, ze gaan hoor. Wat zijn er? Wat is dit? De vogeltjes dan? Een Russische dans? Ja, een Russische dans. Dat is ook al aan. Gezellig, ik wil meedoen. Nou, we hebben weer wind tegen, hoor. Ik ga hier, ik hou in de tussentijd mijn aardappel vast. Dan is het de aardappeldans. Kan je ook lopen en dan dit? Ja, dit is nice. Oh, mijn pink vindt het niet leuk. Dankjewel, Evie. Ik ben er bijna hoor, jongens. Ik zwem ons er wel heen. Ja, goed zo. Doe maar. Moet ik weer een anker bouwen dan? Ja, ik geloof dat we nu genoeg hadden voor een retractable anker. Moet ik eventjes nog deze oor laten? Oké, ik heb planken twee, in ieder geval. Hier. Oh ja, twee. Hier. Hier, planken hier. 15. Hier. Ik heb de oor. Oké. Dat ding is best dat wel is groot, het. By the way. Hij is groot, ja. Zo, even wat aardappel op het vuur. Bam! Hij moet hem niet op de rand neerzetten, want ja. Want dan ga je één ding kapot bijten en dan gaat hij volgens mij helemaal kapot. Ik heb een groot gat nodig in het midden van de gracht ergens. Oké. Okay. Kaaszaadjes. Nee, die heb ik niet meer. Kaaszaadjes. Sorry. Dat is uit het niets. Ik denk dat de oven even weg moet. Of de oven of de. Ja. Wat wil je er neerzetten? De anker? Oké, zeg maar. Ik heb een groot vlak nodig met een gat erin. Nou, we kunnen toch dat ding hier in het midden even weghalen? Ja, die, ja? Ik denk dat dat werkt. Kan jij die weghalen, liefje? De dumheur? Hoe moet dat? Ik maak het stuk! Wacht, ik trek hem. Dat is X voor remove. Ja, maar dat is minder grappig. Werkt niet. Sorry. Nee, hey, ik heb hem ook. Kan je hem oppakken? Ik heb niet genoeg ruimte. Ik heb hem. Staat hij dan zo met zijn gebakken haai in zijn hand? Was het nou nog steeds niet? Are you kidding me? Echt? Ja, omdat hebben er nog een gat in moet. Moet ik even een hamer... Moet nog een gat maken. Oké. Als je misschien deze even weghaalt, deze... Ja, heb ik. Ja, die. Wat moet ik hakken? Deze. Ook een pot haken. Weet je wat, dat heb ik aan de kant. Zo. Hoi. Oké, en nu nog het vlaggetje. Ja! Nice! Dat ziet er leuk uit. Dat is wel beter dan dat lelijke emmertje. Oké, nou ja. Ja, dat is veel handiger dan een emmertje die je steeds opnieuw moet maken. Ik heb trouwens gekookt. Wil er iemand wat eten? Nou, graag. Ik heb superveel op het menu. Ik heb aardappel. Ja, ik lust dat niet. Ik heb eetruim. Ik lust het niet. Oké, ik zal snel weer even het water bijvullen. Oh, kan ik dat nu hier uithalen? Een bekertje maken. Nice. Ik hoef nu niet meer zo ver te lopen voor mijn water. Oké, dan gaan we eens even kijken wat we hier kunnen vinden, jongens. Hi. Meteen? Hey. Kijk, ik kan het nu gewoon uit het anker vissen, dat water. Zo. Dat nog even een aardappeltje en dan ben ik er helemaal klaar voor. Dan leg ik nog even wat aardappel ook op het vuur. Ik ga gewoon vechten met hem. Gewoon vechten. Oh, pakken hem. Zo, eet ik die aardappel nog eventjes. Hak. Zij zijn druk bezig, maar dat is niet erg. Ik ben gewoon een vrouw die binnen aardappelen staat te koken. Er is niks mis mee. Hak! Kan best. Ik heb hem wel een paar keer gemaakt, maar... Ik ben druk bezig. Oh, wat? I'm good. Oh, ik dacht dat je zei dat je dat. Ja, is Rick alweer bezig met zijn stinkhaai en zijn stinkvogel? Nee, dat valt mee. Nee, valt mee. Maar ik probeer hem wel te killen hoor, daar niet van. Met killen blijft hij langer weg dan dat je hem beet gebruikt. Oké. Okay. Dus... Oeh,
Gaat ie? Oh, hij heeft me flink gepakt. Ja, ik zie het, ja. Ja, en we moeten nog even alles zo verijzeren, hè, aan de zijkant. Hé, hey, dat kan niet, die ontweek ik, ja. Hé, 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 hij zit hier vast. Oh, echt? Oh, nee, hij zit niet meer vast. Oh, nee, hij zit hier bij mij. Hij zet de buik glijden over het rif gewoon. Waarom maar hij komt zeker nu bij bijten. Kijk, hier blijkbaar is hij. Blijkbaar hadden hier die nog ergens neergegooid. Kijk, dan gaat hij deurum. Deurum. Ik heb nog steeds geen... Kijk, zo hard werken, joh. Onze versterkers. Ze werken nog harder dan dat wij doen. Kan de oven weer terug... Oh, laat maar. Ik zie het al. Ja, hij staat overdekt nu. Oh ja, ik was bezig om een hamer te bouwen. Dat was ik inderdaad aan het doen. Ik heb nog één touw nodig. Oh, dat heb ik wel voor je. Hey, dat kan ik ook craften, hoor. Ik heb meer dan genoeg van die troep. Oh, sorry, hoor. Hier, ik heb weer een hamer. Dus dat niet dat je boos werd. Nee, ik ben niet boos. Maar wat, ik kan nu eigenlijk... Nou? Hey. Zo klonk het wel. Oh ja, super boos. Hey, zal ik een dak bouwen op onze slaapkamer? Nou, ja, dat mag. Maar daar ga je wel palen voor nodig hebben. Oh, oké, dan moet ik beginnen met palen. Oké, en moeten die dan gewoon op de hoekjes of zo? Of op veel plekken? Wacht, zeg maar, ik zal even uitleggen hoe dat zit, zeg maar. Hij kan... Zeg maar niet verder als één plankje, zeg maar, hangen. Dus je kan hier één plankje aandoen. Ja. Bijvoorbeeld aan de muur. Het werkt om daar nog eentje aan te maken, dat gaat niet werken. Oh, dus dan moeten hier allemaal planken in het midden. Allemaal van die palen. Net als in de keuken. Ja, pretty much. Oh, dat zit het echt bomvol. Dan kan je toch helemaal niet meer lekker lopen. Dus dan moet hier een paal. Ja, hoeft hier zo één. En dan hier eigenlijk... Nee, trouwens. Volgens mij moet het nou wel lukken. Ja? Oké, ik ga het proberen. Dak, dan doen we gewoon even Ik heb trouwens een keer een pijlenboog... Of tenminste, van die pijlen gemaakt. Oh, het wordt nu wel zo'n schuin dak naar boven toe. Ik heb nog nooit een boog gemaakt. Is dat slim? Ja, dan hebben ze niet zoveel... Heeft niet zoveel nut, maar dat wist ik niet van tevoren. Ik had het spel niet. Oh. Ik ga een pijl maken. Ja, precies. Kijk nou. Pijlenboog is wel super nice. Hey. Okay, best wel... Oh, zo zie ik eruit. Ik zie mezelf. Kom even één seconde ook het water in, hoor. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Hoe draai ik? Ik heb maloenen. Kan je hier ook dingen oppakken, zeg maar, zonder dat je een hakbijl hebt? Oh, ergens staat er zelfs gewoon bij. Kijk, dan doen we hier zo'n hoekdeeltje. Die muziek moet echt uit. Echt... Gelukkig heb je mezelf aangezet. Ja, maar ik kan niet switchen van de radiostation. Oh, neem niet mijn hamer weer weg. Zo. Oh. Wacht even hoor, ik moet even de geluid fixen. Oh, oké, ik heb die radio uitgezet hoor. Wat een verschrikking. Dank je. Kijk hoor. Ik sta hier bovenop de berg. Hoi. Hallo. Misschien kan ik Jesse eraf duwen. Oh, allemaal. Hey, nee. Helaas, kan alleen maar blauwe met het, of, wat is het, zwarte bloemen oppakken. Ik heb geen planken meer. Nou, dit is ons dak, jongens. Wat vind je van het dak? Nee. Kijk, hier komt er zo nog zo'n stukje. Dat wordt wel mooi, maar het is nog niet zoveel. Maar ik heb even wat planken nodig en spijkers en zo. Zou ik doodgaan als ik hier naar beneden spring? Even kijken, want volgens mij hebben we hierin... Hé, hey, helemaal niks! Sowieso nog... dat is mijn laatste spijker in mijn inventory. Nee, maar volgens mij kon je met dit spul kon je spijkers meemaken, toch? Zeg ik dat goed? Nee. Kijk. Dus dan heb ik in ieder geval weer genoeg spijkers voor zometeen. Nee, hele voorraad. Dan kan ik vooruit met mijn gebouw. Dat is gek. Ik denk mijn ananasjes zitten zo lief. Ik denk dat je even opnieuw moet opstarten. Deze zijn klaar. Dus die gaan terug. De grond in. Dan vraag ik je al mijn spullen kwijt als ik... Nee. Het water. Nee? Oké. Okay. Ik ga er even uit. Ja, is goed. Tot is zo. Goed. Ik kan nog steeds niks. Ik heb nog steeds geen hout of zo. Wacht, hier lag hout, toch? Doet het wel. Ik heb wat hout. Doe het. En dan zie je, af en toe doet het niet. Of het nou zoveel sneller is dan even hierheen lopen. Ik denk het niet. Ik denk dat ik het maar gewoon daar doe dan. Niet goed. Ja, niet als je het zo vraagt. Maar dankjewel. Ik moet even rope maken. Ik moet even wat... Oh, chips. We hebben nu geen planken meer. Dus dan kunnen we niet nog meer aardappelen op het vuur leggen.
Ik heb net alle planken namelijk opgemaakt aan ons huisje. Aan een dak, die half af is. Hey. Pak hem. Waarschijnlijk niet het slimste ever. Had ik nou mijn metalen speer nog maar. Is die stuk gegaan? Ja, die was uiteindelijk op. Of hey. Ik ben hem kwijtgeraakt toen ik doodging in de... Ik heb dorst. Het kost ook echt 3 meter. Dorst. Super veel. Het is wel echt insane. Oké. Okay. Waarom drink je niet hier buiten dan? Oh ja, dat kon ook, hè. Ik vergeet dat steeds. Oké, dan bewaar ik deze wel voor de harvest dingetjes. Maar dat zit toch hierin? Of hierin? Oh ja, dit was het inderdaad. Oh ja, dat is een stuk handiger. Nice. Vraag er nou iemand in hey. Je chat, heb je kaaszaadjes? Ja! Ik had namelijk vorige keer op het eiland had ik ananaszaadjes gevonden. Oh ja, die lijken heel veel kaas. Nou, dat vind ik ook. Sorry hoor, ik stik helemaal ervan. Maar ik, omdat ik niet zat op te letten, ik was intussen druk aan het, hakken en zo. Toen zei ik, oh, ik heb kaaszaadjes. Ik was vet blij mee. Zodat kunnen we kaas maken. Toen was het daarna, oh wacht, kaas komt niet uit een zaadje. Dus dat is nu de hele tijd gebleven. En ik noemde de ananas noemde de hele tijd een sinaasappel. Dus dat zijn steeds sinaasappelzaadjes. Ik kom gewoon vaak niet uit mijn woorden. Echt heel erg. Dat vind ik wel heel grappig. Dus sindsdien heten ze gewoon kaaszaadjes. Ja, lekker. Probeer ondertussen even een beetje... kaaszaadjes. Heb je een aardappel nodig? ...in de chaos te brengen. Begeleid u dit weer. Oh, had je geen geluid? Jee, welkom terug. Jee. Maar lag het nou dan aan de game of zo? Okay, ik heb hem heel vaak gestoken, maar ik ben bijna dood. Nice. Ik kom zo helpen. Moet ik... Nou, yeah, jullie hebben alles al wel gedaan that. Bij het eiland, toch? Loser. Zit je hem nou gewoon onder water te steken? Yeah. Ja, ik zit gewoon lekker high te steken. Oh. Oh. Ow. Maar je moet wel op tijd zijn met steken, anders dan ik ging dat vorige keer proberen, want dan ging ik hartstikke dood. Er is een timing dat je hem kan steken zonder dat hij raakt. Ah, dat was niet zo'n goed idee. Ik ben echt rustig dingen aan het, het netjes maken en ik hoor jullie alleen maar gillen. Ja, en, ik dacht ook, ik ga op de haai aanvallen. Ik probeer hem in zijn bek te steken, yeah. Maar toen raakte ik in paniek. En, dan krijg je hem dood? Yeah. Ja, gaan jullie hebben There hem. We go. Ik pak hem al op. Zo. Ja, maar dat is niet zo. Lekker voor je, stinkhaai. Lekker dood. Take that. Hey, iemand zegt tegen mij, Rick, je haar zit leuk. Nou, dat is aardig. Wat lief, hè? Wanneer gaat iemand tegen mij zeggen? Heb je nu alles opgepakt? Ik kan je niet zien. Ja. Oké, okay, dus wat, wat er nu nog ligt in zijn hoofd, zeg maar. Dus. De haar is leuk, Annie. Ja, ik weet ik dit niet... Heeft even jullie planken, zodat we het vuur aan kunnen maken? Ja, heb ik. Oké. Okay. Ik zie daar de hele tijd aan zo'n tonnetje drijven. Maar ik kan er nu wel even heen zwemmen, want er is nu toch geen haai. Ja! Hoppa! Ik ga gewoon even free zwemmen. Iemand in de chat gaat helemaal stuk om de kaaszaadjes en de stinkhaai. Maar die stinkhaai is wel lekker dood. Ik was eventjes helemaal af. Kijk nou. Helemaal in de zone. Oh, je was even naar binnen gekeerd, net als Rob. Ja, ik moest eventjes even zorgen dat alles goed ging hier. Oh, bij je stream? Nee. Nee. In de game. Maar gewoon in de game. Mensen die zien mij dan zitten en dan zeg ik niks. Oh, zo. Dan zien ze me de hele tijd zitten kijken en dan zie ik allemaal de comments. Nee, creëer ik in de zone. Gewoon even lekker, even ontspannen. Hey. Oeh, ik zie die haai nog steeds dood liggen daar beneden, dus je kan nog steeds rustig zwemmen. Oh, ik vind dat zo'n rustgevend iets als die haai er niet is. Ja, hè? Ja. Maar die blijft gewoon tot the end of the game. Yep. Maar volgens mij is die uiteindelijk wel een minder grote bedreiging, denk ik. Als je vlot ook wat sterker is. Ja, als je betere wapens krijgt. Ja, ook dat inderdaad. In plaats van zo'n houten speertje. Je kan uiteindelijk ook kleding aan doen om je te beschermen. Oh, beter. Ook nog. En je kan gewoon ook in een hele harnas spring je gewoon het water in. Je kan ook je raft een ijzeren rand geven. Dan kan die je niet meer bijten. Ja, klopt. Dat hebben we wel op één stukje... Bij het net hebben we dat, geloof ik. Ah. Ja, voor het net is dat inderdaad wel handig. Want die zijn het duurste.
Die wil je beschermen. Ja, daar hebben we volgens mij maar eentje hoor, dat we dat bij zo'n net hebben gedaan. Hé, de haai is trouwens klaar. Heeft iemand trek? Nou. Je kan het komen halen bij de barbecue. Echt wel. Ik kom eraan. Ik heb trek in zuurstof. Ja, die heb ik niet, sorry. Nee, ik heb wel aardappel. Waarom is eigenlijk die vogel niet gekomen naar deze aardappel? Komt die nu nog? Ik heb een schelp. Die is wel gekomen. Komt die nu ook nog? Of moeten we dan weer een nieuwe erin doen? Nee, volgens mij komt die nog. Als er eentje in zit, dan is het goed. Oh, jij bent hier weer van die dingen aan het maken? Hier, ik heb even plankjes voor je eronder gedaan. Ja, dankjewel. Dan gebeurt ik weet niet wat. Wat je allemaal met die goo kan maken. Oeh. Maar volgens mij die flippers heb je nodig. Heb je goo voor nodig? Van die Vine? Voor een flesje ook. Een flesje kan volgens mij 5 keer zoveel water dragen als een kap. Ja. Wat echt super handig. Kijk, kaaszaadjes. Kijk, deze. Zie je ze? Zie je dat het echt lijkt op kaas? Kaaszaadje. Ik had wel een kaasblokje. Ik snap de verwarring. Ja, toch? Hey, ik kan een batterij maken, maar daar hebben we nog niet zoveel aan, denk ik. Heb ik nog meer kaaszaadjes? Die heb je nodig voor de receiver. Ja, hey, maar we hebben dankjewel, niks. Anissa. Super lief. Wanneer ga je weer Among Us spelen? Nooit meer. Ja, volgende week weer, toch? Waarschijnlijk wel, ja. En dan gaan we iets leuks doen met zo'n leuke mod. Ik ben heel benieuwd ernaar. Iets leuks de volgende keer voelen. Helemaal crash. Oh, ik moet ook even invullen, want ik wil eigenlijk al meedoen met Sheriff. Oh, leuk. Ja, hij gaat eigenlijk weer Among Us spelen. Heb je er weer zin in? Was je er even klaar mee met Among Us? Ja, ik weet niet. Ik was wel even... Ja, nee. Zo heb je dat wel eens, toch? Ja, hebben wij ook wel eens, hoor. Dan heb je te veel gespeeld en dan gewoon geen zin meer. Maar die mods zijn wel leuk hoor. Dat proximity mod vond ik ook erg leuk. Het was dat we toen maar met 7 waren. Nee, ja, en hij werkte net af en toe net niet helemaal lekker. Maar het is wel echt een hele leuke. Als hij goed werkt, denk ik wel dat het heel leuk kan zijn. Ja, lekker! Yeah. Kippenbraad! Yeah! Wat is de je wordt ook zo lekker agressief van deze game. Zou dit ook een leuk spel zijn voor mensen die vegetarisch zijn? Of ben je vegetarisch? Is hij dood? Nee. Ik niet. Ja, die vogel is dood. De vogel is dood. Nice. Oké, trouwens, ik heb het anker opgehaald. Maar ik zie nu dat Westie er helemaal niet is. Oh! Nee, er ligt hier nog hartstikke veel spullen. Echt waar? Okay, ja! Hebben we gewoon gemist. We gaan wel even zwemmen. Ik heb nu... Ik heb heel veel koper en ijzer. Ja, ik denk wel dat heel die... Ik heb nice. Als iemand iets nodig heeft... Zij werken wel door. Ik heb nog steeds niks gedaan. Ja, wij zijn pro in dit spel. Ja, dat merk je wel hoor. Ik moet altijd inkomen met dit spel vooral. Dan zit ik in de eerste tijd de hele tijd van wat moet ik doen? En aan het einde kan je niet meer stoppen. Dan ben je zo hard aan het werk. Ja, we hebben ook echt hele lange nachten van deze. Ja, dat geloof ik graag. We hebben nachten tot 5 uur. Ja, wij hadden dat vorige keer al toen we het aan het spelen waren. Toen waren we in één keer gingen we kijken na die stream. Toen waren we gewoon meer dan 4,5 uur of zo aan het streamen of zo, toch? Gewoon alleen maar dit spel. Was ook achter elkaar door. Ja, dat geloof ik meteen. We hebben gebraden kippetjes. Ze zijn klaar. Yeah. Dus als er iemand honger heeft... Go your gang. Heeft iemand plankjes? Want mijn haak is kapot. Ja, heb ik. Ik heb 2. Is niet heel veel. Ik heb maar eentje nodig. Oh. Nou, dat heb ik. Kijk, hier 2. Ik ben echt wel aan mijn derde haak. Ik weet niet hoe ik er 1 moet ik geven. Ik kan alleen maar het hakken. Of kan dat ook niet? Wat? Wat zei? Ah, ik zie allemaal mensen in de chat. Is er iemand die met mij ook Raft wil spelen? Oh, wat gezellig. Dat is leuk. Misschien kan je cola drinken, dan ga je harder werken. Ja, dat heb ik al gedaan, maar dat werkt blijkbaar niet. Dat is niet zo erg. Oh jee, dorst. Ik wilde buiten drinken, maar dat water was niet klaar nog net. Nu wel. Oh, maar ik blijf maar spullen vinden. Oeps. Ik zal de storage een beetje uitbreiden, want... Ja, goed plan. Ja. We moeten even zo'n poker storage maken, hè? Ja, kunnen we die al bouwen? Ja, even kijken, alleen, hoor. Wat moet je wel metal voor smelten? Ik heb echt al 13 metal ore gevonden. Oh, nice. Ik heb... Dat scrap, hè? Dat hebben we wel. Ik moet alleen nog heel veel gevonden. Dat zit hier ergens in deze tonnetjes. Ik heb net wel al veel opgemaakt. Jongens. Scrap zegt ook op de bodem hier zo. Ja, ik heb hier alles van. Behalve 7 planken nodig, dan kan ik een grote storage maken. Oké, nou heb ik denk wel alles.
Oh, deze had je al? Die? Dat scrap? Ja, heb ik al. Oh, en ik heb ook al een hinge gemaakt en ik heb al rope. Oh, alleen niet van de planken dus. Nee, ik heb net mijn planken opgemaakt voor het eten. Ik weet niet of ik er nog hier in hebben zitten. Oh, nou, als je me er 7 kunt geven. Dan oh, maak ik heb een story. Ik heb een geheime tunnel gevonden. Is dit op de Switch? Nee. Upgrade. Je speelt dit spel op geheime Steam. Geheime tunnel? Ik zit vol... Waar ben je? Volgens mij zag ik waar je heen ging. Laten gewoon met z'n allen het vlot, speciaal voor jou. Woehoe, who cares? Iedereen wil een geheime tunnel zien. Ook best wel vol. Had je het anker alweer naar beneden gedaan? Ja, oké. Ik kan nergens heen. Ik ben ook benieuwd naar de geheime grot. Is het planken en een bolt? Waar is ze nu dan? Die zijn ook hier handig. Zeg maar, als je gaat zwemmen, dan is er zo'n grote kloof onder water. En als je daar doorheen zwemt, dan zie je een grote tunnel. En dan moet je helemaal inzwemmen. Okay. Ja, we zijn hier allemaal hard aan het zoeken, hoor. If you say so. Abandoned ship, speciaal voor jou. Op zoek naar de geheime tunnel. Oh, hij is terug. Yep, ik zie hem. Oh, hij heeft mij ook gezien. Ja, hij komt eruit. Laat me met rust. Nee! Ja, auw, ik steek hem wel in zijn buik. Als waar ik erbij ging hij er nou in? Ik kan het niet vinden. Wacht. Een vervelende haai, hè? Huh? We hebben een heel rondje gezwommen. We zijn weer terug bij de grot. Ja, daarheen. Daarheen. Misschien had ik wel eerst moeten eten, maar oké. Ja, rechts van het vlot is het. Ik kom aardappel brengen. Maar ik ben ze nu allebei kwijt. Jij niet? Ja. Waar zijn ze nu erheen gegaan dan? Auw, hi. Hey, wacht maar even. Wacht. Oh, ik hoorde dat je deze aan de muur kunt hangen. Welke is deze? De kist. Oh, jullie zijn nu allemaal daar in die geheime grot. Wat? Nee hoor, ik ben hier gewoon op het vlot. Geheime vlot. Geheime vlot. Ik heb de spullen in ieder geval gepakt, dus ik weet niet of je nog wel bent. Van deze. Oh, nou dan laat maar. Ik zal nooit weten hoe het eruit ziet. hi. Het ziet heel veel stenen in ieder geval. Oh. Is het goed zo? Kan ik er dingen in doen? Dat ziet er dan gewoon niet. Het ziet er niet uit, maar dat is niet mijn pakje aan. Wat een dombo. Ik kan volledig vullen. Oeh! Hoeveel past hier eigenlijk in? Is het veel? Dat is best wel wat, ja. Oh, maar die hang je daar dus op. Kijk hoe leuk dat staat. Dat staat veel mooier dan die lelijke dingen binnen. Ik kan er alleen niet mee. Ik kan hem alleen maar removen. Ja, ik ook. Oh, je kan maar één persoon tegelijkertijd in. Ja, hij stond al open, dus daarom inderdaad. Ik snap het. Nou, ik heb 22 klei, 22 sand. Oh, nice. Zal ik dan meteen die storages maar eventjes gaan fixen? Nice. Ik weet alleen niet wat nou de meest handige manier is om die storages in te richten. Want... Zal ik nog eventjes zo'n smelter maken? Oh, dat is wel een goeie, ja. Want dat gaat niet heel hard nu. We moeten ons vlot gaan bijbouwen, of niet? Zullen we zo meteen maar gewoon even rond gaan varen en wat van die tonnetjes naar binnen harken? Ja, we hebben sowieso wat meer... want we hebben echt weinig bouwmateriaal. Ja, moeten we maar even gaan? Want we hebben ook nog een extra bed nodig. Ja. Oké, ik haal het anker op. Deden jullie dat ooit, slapen in dit spel? Nee. Ik doe niet eens slapen in het echt. Ze doen niet eens slapen in het echt. hier moet de plankjes beetje, onder... Een waste of eten. Ja. Ja, want je hebt daarna altijd vet veel honger en dorst, hè, als je dan wakker wordt. Ja. En wat doe je in die tijd? Niks. Oh, nee. Oh. Ja hoor, ik val in dat ankergat. Omdat ik niet kan lopen. Komt meteen die haai en die bijt me. Gewoon echt direct gewoon. Oké, niet food. Nice. Ik moet echt even eten. Honger. Zoals altijd. Oh ja, dat ging niet. Maar dat heb ik nu alweer verpest natuurlijk. Wat? Eten? Nee, ik ging een... Oh, en de aardappelen zijn klaar. Okay, ik ging een hengel maken, want ik dacht misschien kunnen we dan weer een keer vissen. Ik heb trouwens meloenen en ananas in de aanbieding. Ah, je moet ook weer een plank onder hebben. Oh, ik kan een metal fishing rod maken. Oh, nice. Oh, nice, ja. Die is al een heel stuk fijner.
Hé, hey, hoorde ik nou dat we kippenboutjes hadden? Ja, maar die zijn er op. Volgens mij zijn ze al weer op. Ze zijn al opgegeten. Nou, lekker dan. Dat gaat goed. Ik haal bij het wel even fresh water. Ja. Even kijken, wat kan ik eten? Zo. Niks. Dan kan ik nog meloen eventjes in doen. Oh, je had hier nog dry bricks liggen. Oh, joh. You can me up, ja, volgens mij heb ik die net erin gedaan. Wat gebeurt er als je doodgaat? Ja, ja, dan ben je alles kwijt wat je hebt. Oh, oké. Okay. Oh ja, die was ik aan het maken dan waarschijnlijk. Of dus heb jij die niet gekregen? Je begint ook gewoon op je vlot, maar dan ben je wel alles kwijt. Ik heb ook een paar. Even kijken hoor. Dan maak ik er nog eentje bij. Dan hebben we hier nog 7, 12 en dan trek je genoeg voor 2. Dat is weer anders. Iemand zegt, ik heb gewoon nachtmerries van die stinkhaai. Dat snap ik wel. Hij komt ook zo eng op je af. Begrijpelijk. Ja. Oké, daar komt hij weer hoor. Kom maar, Happa. Ja, wij staan klaar voor. Kom maar. Hebben we hem? Kijk ze nou. Of gaat hij gewoon weer? Staat met z'n tweeën, hoor. Ja. Hé, hey, kijk, tonnetjes. Wat zit je daar met de wijzen? Oh. Sorry. Oh, nee. Oh, nee, hij gooit gewoon iets in het water omdat alles vol zat. Wow. Maar wat heeft hij nou weggegooid? Die hele barrel heeft hij weer het water in gegooid. Kijk, hoeveel zijn het er? Nee. Waar is hij nou? Ik heb een scrap gevonden. Zes. Oh, dat was dom. Oké, wacht. Ik ga even mijn spulletjes legen. Oh, die zit al lekker vol. Jezus, ik kan niet tellen. Even kijken hoor. Kan ik hier nog iets bij doen? En nog meer spekertjes. Ik heb hier 5 dry bricks in mijn inventory. Nice. Als ik er nu nog eentje bij leg, dan hebben we genoeg voor 3 smelters. Kunnen we even in de keuken erbij doen. Maar misschien is het ook een idee dat we het vlot wat groter maken. Hé, ik heb trouwens nog een speer. Wil er nog iemand een speer? Kijk. Een speer? Ja, hij is wel bijna stuk, maar dan heb je in ieder geval even iets. Ik ga even kijken of ik onze inventory een beetje iets beter in kan richten. Daar was ik net ook al mee bezig. Daarom was ik zo stil de hele tijd. Oh, oké. Okay. Ja, dit zag ik net buiten in dat ding zitten. Maar ik heb ook overal van die stomme bloemen. Die ik allemaal in het begin zijn die een beetje waardeloos. Ja, best wel. Maar ja, ik heb ze nou eenmaal. Kijk, die kan daar nog bij. Kan er nog plastic bij? Kijk, en die veer. Oh shit, het zijn er al veel te veel veren. Dus dat maar gooi die gewoon weg. Aan het begin. Oh ja, snap ik. Want wat moet je ermee? Ja, ik stop ze nu dus steeds maar in dat dingetje. Maar ja, wat ik er echt mee moet. Oeh, ik eet die haai. Nice, die haai vult ook echt vet veel met water als je dat opeet. Is dat zo? Volgens mij niet. Over water gesproken. Ja, mijn water vult bij... Nee, wacht, dat komt waarschijnlijk door mijn watermeloen die ik ook heb zitten eten. Ik zit veel te eten, joh. Ik eet alle voorraad op, hoor. Jij eet alles op, dus. Ja, en ik drink ook alles op, want ik heb mega veel honger en dorst de hele tijd. Ik weet ook niet waarom. Ik heb dorst. Ik heb een zalmpje gevangen. Ik heb ook als dat per ongeluk rauw een vis naar binnen zit te werken. Dan heb ik ook echt zoveel dorst. Got it. Oh. Ik had er net eentje, hè. En toen was mijn inventory vol. Dus toen gooide die gewoon weer zo het water in. Dankjewel, Fairy Tales. Kijk, even nog lekker een rustig vissen. Ja, ik ook. Ja, dat vind ik wel rustgevend aan dit spel. Gewoon lekker een beetje looten. Got it. Er komt trouwens wel veel aan. Ik heb inderdaad echt het idee dat met hoe meer spelers je dit speelt, hoe meer spullen je ook binnenhaalt. Ik doe het verkeerd. Of hoe meer er in ieder geval in het water is. Kwam er bij jullie met z'n tweeën altijd zoveel van die spullen in het water? Wel wat minder volgens mij. Ja, toch? Wij hadden ook het idee dat het toen de vorige keer erbij kwam, dat het meteen echt veel meer was. Klopt hoor. En multiplayer is ook handig dat je gewoon niet zo snel volledig dood kan gaan. Nee, ja, inderdaad. Als je alle twee doodgaat, dan is het echt... Dan heb je een probleem. Ja, echt? Oh, dat is bij ons nog nooit gebeurd. Bij ons ook niet, maar volgens mij heb je dan een probleem. Want nu als je doodgaat, is alleen ben je echt alles kwijt. Als je echt doodgaat, dan raak je heel je inventory kwijt. Ja, maar dat is sowieso ook als je in je eentje doodgaat, toch? Ik neem aan van wel. Maar als je alle twee doodgaat... Hé, ik hoor die vogel. Ik hoor hem ook. Hij zit binnen. Binnen? Nee, dat ben ik. Ik was dus naar binnen. Oh, dat is een vogel. Even water erin doen. Dat is inderdaad een hele vreemde vogel. Hij lijkt ook al zoveel op die vreemde vogel van jou.
zien er echt precies hetzelfde uit. Hey, ik heb trouwens net ontdekt dat als je op comma drukt, dan zie je jezelf ook. Ik zie er blijkbaar uit als een kapitein. Ja, dan, en dan kan je er ook omheen draaien, want ik heb nooit gezien hoe ik er zelf uitzag. Maar ja, zo zie ik er dus uit. Wil er iemand een stukje vis? Het is misschien wel leuker om te kijken zo eigenlijk. Yo. Wow, yo. Oh, dat is wel heel moeilijk besturen. Okay, ja, ik heb er zelf ook eentje opgegooid, maar ik moest echt eten. Eeuw. Je eet die vis echt vies. Sorry. Oh, maar dat is wel irritant spelen, zeg maar. Tonnetjes. Hoe je die vis vasthoudt, dat is heel mooi. Nee, eet die vis, is niet zo vies. Ja, vorige keer zei ik, moet je kijken wat een grote vis ik heb gevangen. Oh, nee! En toen ging ik hem per ongeluk opeten. En dat was echt zo onsmakelijk om naar te kijken. Die hele vis die ik naar binnen zat te werken. Het was echt zo'n enorm ding. We hadden toen die grill ook nog niet. Dus hij paste niet op dat kleine dingetje. Oh. Ik ga heel veel vissen, hoor. Er komt wel een tonnetje aan, trouwens. Misschien niet het meest handige moment om te vissen. Oké. Ik ga ook weer eventjes verder met vissen. Tonnetje halen. Het is wel donker, jongens. Ja, we kunnen slapen natuurlijk. Een keer van die lampen bouwen. Hey. Nog, ja, van die fakkeltjes. Ja, volgens mij hebben we er een paar boven staan. Ja, zal ik even kijken. Ik kan wel even een nieuwe fakkel bouwen. We hebben in ieder geval super veel scrap, dus... Hoe bouwen we... Dat is het probleem. Ja, hè? Nee. Een lantern. Oh ja, dan heb ik nog één scrap heb ik nog nodig. Micro... we kunnen een circuit board maken. Die zit hier ergens in, dacht ik. Of hadden we die er buiten in gedaan? Ja. Oh, wacht, ik pak meteen wel even meer. Want dan kan ik er misschien wel twee bouwen. En waar willen jullie het licht hebben? Dan zeg het eens. Waar het donker is. Ja. Hier. Nice. En dan doe ik er ook eentje aan de andere kant. Dan ga ik er nog even eentje knutselen. Ja, maar ik heb geknutseld. Kijk. Yeah. Ah, dat is inderdaad wel een heel stuk gezelliger. Het is meteen niet meer donker. Zie je, het is toch wel een beetje een knutselstream. Inderdaad. Ik heb trouwens echt allemaal dingen zoals aardappels en zo die klaar zijn. Dus ik weet niet of iemand honger heeft, maar... Nou, ik heb vanaf dorst. Ja, ik ben ook wel content. Die haai vulde zo goed. Oké. Okay. Ik zit wel de helft. Ja, het is niet live tekenen, maar live lantaartjes knutselen. Dat is ook wel. En haken en speren en... Ik zie daar trouwens zo'n klein vlotje. Zit daar iets interessants op? Willen we daarheen? Ja, daar kun je wel wat metal dingetjes op vinden. Okay, ja, doe maar. Ik peddel ons er wel heen. Nee! Ik dacht, ik drijf het net. Dat we een beetje die kant op gaan. Oeh, yeah! Oh, ik hoop dat het parkour wel naar kan er niet bij. Kan niet bij. Parkour. Kan niet bij, kan niet bij. Wacht, ik kan er nog even mee, denk ik. Voor iedereen die moet gaan, doei! Oh nee, ik heb geen Maak het dak af, zegt iemand in de chat. Ja, dat wil ik wel, maar ik heb niet zo mega veel hout. En ik dacht, laat ik niet meteen weer ons hele hout verprutsen ervoor. Ja, ik was bezig met een dak. En elke keer maak ik daar al het hout voor op. En dan willen we daarna gaan koken en dan hebben we geen hout meer. Oeh, dat trappetje is wel moeilijk om op te lopen, heel eerlijk gezegd. Ah, jeetje. Oké, ik heb het al. Oh, je hebt het al? Ik kan hier nog kijken, ik heb wel een klein stukje dak erbij. Oh ja. Even geparkoerd. Oh, en nu heb ik niet meer. Ja, ik geef je 20 hout hier. Oh, thank you. Waar? Waar? Op het kussen. Waar? 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 Ik hoor de vogel. Hier zo. Oh, ja, met deze... Ja, ben ik nou echt zo schil? Ik zie het echt niet. Deze gaat hij niet in één keer op de... Hij ligt zeg maar het hoofdkussen. Hier zo. Ja, daar zie ik alleen maar kussen. Hè? Ja, echt? Okay, ik zweer het je. Oh, wacht, ik kom even kijken. Je pakt nu ook niks op. Zo, ja, hier. Ja, ja, nu zie ik hem wel. Oké. Yay, thank you. Nee, niks. Nee, niks aan de hand hoor. Nee, niks, helemaal niks. Maar, oh, dat is een balkon. Kijk, je hebt een dak boven je hoofd. Oh, doe maar luxe. Ja. Zo, ik ben al ons hout aan het opmaken. Maar wat hebben we hieraan? Dat je droog blijft als het regent. Maar was dat een issue dan? Ja. Een hele erge issue. Oké, ik heb geen hout meer. Maar het is echt even eerlijk, het is wel gezellig. Alleen die palen voegen volgens mij echt helemaal geen reet toe die ik hier heb neergezet, want die zijn veel te kort. Maar met zo'n schuimdak kan het volgens mij wel wat... Kijk maar, zie je, mijn palen zijn echt veel te kort. En ik moet nog bedenken hoe ik dat middel... Oh, zo kan het wel, in het midden. Ja? Volgens mij. Ja. Oh, dus dan kunnen die palen wel weg. Deze schuine dingen tellen volgens mij, telt die volgens mij als een muur. Oké, dan ga ik even kijken. Kan ik dit nog weghalen of moet ik dat met die hakbijl doen?
Ja. Krijg je dan nog resources ervoor terug? Nee, hè? Ja. Oh ja, wel. Volgens mij de helft van terug. Oh, gelukkig. Oh, anders is het zo zonde. We hebben alweer een smelter erbij. Oeh. Ja, ja. Oeh. Er wordt geen hout om. Die. Ja. Even kijken, die kan er nog je bij. Iemand zegt, vang die haai met je hengel. Ik ga mijn best doen. Die kan hier nog bij. Alleen maar die kleine rot. Die, nou, zit van alles in hoor. Nog een beetje plastic. Oh jee, honger. Oh, er ligt een hele grote vis voor me klaar. Mag ik die opeten? Nice. Een schoen. Ja, ik maar op. Ah, lekker. Wie spelen er mee? Kitta speelt mee en haar vriendje Jessie speelt mee en Rick die speelt mee. We zijn met z'n vieren hier op een... Wist er nog iemand trouwens die een groot stuk vis wil? Ja, ik heb best wel honger eigenlijk. Oké, okay, wacht, dan krijg je deze. Hier. Ik zal eens eventjes wat vissen weer opdoen. Ja, ik ga eens even kijken of we nog wat hebben. Ik heb nog een watermeloen hier. Ik, mijn speer is kapot. Hi! Kom eraan, kom eraan! Is hij al weg? Ik heb hem al weg. Ja, dat is al weg. Jammer. Ik heb een watermeloen in de deuropening van de keuken gelegd voor als iemand trek heeft. Die vult niet heel erg, maar die geeft vooral veel water. Even 3 meloenen naar binnen werken. Hé, hey, ik zie weer een eiland, jongens. Of komen we daar net vandaan? Nee, toch? Volgens mij niet. Oh ja, daar helemaal in de verte. Ja, netjes. Nou, volgens mij begint de keuken nu langzaam iets meer georganiseerd te worden. Je moet wel planken er ook onder leggen, hè? Als je wil dat die visjes ook wat doen. Of had je die niet? Ja, maar dan moet je wel planken hebben. Nee, ik heb nu ook niet meer. Zit er nog iets in de netten? Non. Ik zit nog wel een tonnetje in de verte. Daar gaan we nu langzaam heen, toch? Die kant op? Dat is wel de bedoeling, maar we hebben de wind staat niet helemaal onze kant op. Wat nee, hier nu echt in zit, is dit nog niet klaar? Is dit nog bezig? Ja, dat is nog bezig. Wat ja wordt dat? Metal ingot. Oh, nice. Gebeuzel. Wat? Gebeuzel. Ja, ik heb even mijn mond vol gestopt. Oké. Ik ben heel goed voor mezelf aan het zorgen. Met mijn chocola. Het is wel erg. Ik kom wel echt over als iemand die altijd chocola eet. Dat is echt niet zo. Mm-hmm. Jij klonk het geloofwaardig? Kwam ik ermee weg? Bijna. Ja, maar jij weet nu hoe ik klink als ik lieg, dus ik denk niet dat ik daar nog vaak mee wil komen. Een mooie schoen bij de farm gezet. Ik heb heel iets in planten. Oei. Oh, sorry. Jij komt echt gewoon van bovenaf erop springen, of niet? Holy crap. Wie stond op het balkon? Ik kan gaan pakken. Komt er ineens eentje van boven? Bonsai. Ja. Gaan we al een beetje richting dat eiland? Nee, we hebben een wind tegen. Nou, niet echt tegen, maar ook niet echt de goede kant op, zeg maar. Oké, okay. Heeft er toevallig iemand plankjes om wat vissen aan te kunnen steken? Nee. Nope. Nee, ik ook niet meer, want ik heb het opgemaakt aan het dak. Ik heb wel allemaal dat we echt totaal niet nodig hadden. Ja, we gaan echt helemaal nergens heen. Nee, hè? Het gaat niet... Maar misschien komt het ook omdat het anker uit is. Of dat zal niet meehelpen, of wel? Ik dacht dat jij hem weer omhoog had gehaald. Een traanoog, ja. Nope. Nadat kijk. Iemand vraagt, is Rick je vriendje? Rick is zelfs nou, mijn man. Nou, en? Je vriendje? Ja, je bent ook nog steeds mijn vriendje. Ze zijn allemaal vriendjes. Oh ja, ze zijn allemaal vriendjes. Weet. Ik doe even water hier erbij en dan komt straks die vogel weer. Want ik heb echt nul van die vogel gekregen, hè? Niks. Ik heb ook niks gekregen van die vogel. Iedereen heeft lekker die kippenbraadjes opgegeten. Waarschijnlijk ons bezoek, denk ik. Het bezoek, ja. Het bezoek eet alles op, joh. Maar goed, ze brengen ook veel dingen binnen. Dus dat is dus nemen wel een eigen bier mee en een eigen haai, vlees en zo. Dus dat is dan wel netjes. Ja. Even in de kist kijken wat ik allemaal al verzameld heb. Ja, en als ze dus hun eigen vlees zijn vergeten, dan doden ze gewoon even voor onze neus die haai. Dus dat is ook alweer nice. Ja, nee joh, dat is dus, allemaal... Dan springen we een vogel. Oh, ik heb een leuk gevonden. Dood gewoon even een vogel op ons vlot. Dat was onze huisdier. Ik heb wat leuks gevonden. Ik moet dan even kijken waar ik het moet neerzetten. Oh. Dat was Gerry de vogel. Oh. Ik ben echt benieuwd. Wat nou, Gerry?
Nee. Oh, kijk wat hij heeft gevonden. Waar? Ja, hierboven. Waar? Wat? Boven? Dit is ons nieuwe... Hier moet je wel... Wel door je knieën. Hallo. Oh. Knielen. Ja. Oh. Ik gewoon rennen, opgevist. Hey, niet wat? Stuk maken. Hey. We steek moeten dingen voor hem achterlaten. Hé, hey, kom eens. Er zit iets in je oor. Oh. Het jeukt ook een beetje. Give him sacrifices. Ja, van die blaadjes, hier. Hoe kom je nou weer aan dit ding? Dus heb je die gewoon random opgevist. Oh, echt waar? Oh, net als deze schoen die hier naast de farm staat. Ja, die... Daar kan je ook iets in planten. Echt meteen jongen, komt die haai weer, hè? Ik was al op het vlot. Ik was niet meer in het water. Hij is zo snel, dat die haai. Ik heb niet genoeg. Maar ik denk dat we wel richting het eiland gaan. Ja, Gerry de Vogel en Henk de Stinkhaai. Ja, ik vind dat een goede naam. Gerry en Henk. Nou, we zijn wel bijna bij het eiland gekomen alsnog. Ja. Kom maar aan. Oh, ik ben elke keer te laat. Oh. Was hij weer bezig? Ja. Is er iets stuk? Hij zat weer te jumpen. Dat is wel een groot eiland, volgens mij. Ja. Sure. Nice. Okay. Ik gooi het anker wel naar beneden. Ah, nice. Top. Iedereen nog even wat eten en drinken voordat we gaan? Nou, ik zet wel goed vol hoor. Ik heb eerder een hakbel nodig. Ik ook. Oh ja, ja. Ik heb nog wel een hakbel, maar ja, ik heb er maar één. Oké. Ik hak wel samen met Jessie dan. Ik ga mijn loeren. Komt goed. In de grote bak buiten zetten. Nee, maar dan komt die vogel er altijd op af. We hebben nu al wel een klein bakje buiten gezet. Zodat die vogel in ieder geval kunnen lokken. Hey, zijn alle bomen alweer op? Dat was snel. Volgens mij wel. Wow, er zijn niet veel bomen dan hier. Nee, ik heb 13 hout. Vraag me, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja, dat vragen we ons ook wel vaker af. Ik doe mijn best, maar het is niet goed genoeg blijkbaar. Ik ga onder water. Oh, ik zwem echt naast de haai. Ja, ik heb geen stenen. Ik ga even een metalen speer maken. Zal ik hem dan 1v1 in? Wat is dit? Is dit? Oh, steen. Wat ook handig is als je met meer bent, is dat die haai ook wel wat langer afgeleid is dan met anderen, zeg maar. Je hebt meer human shield. Ja, precies. Oh, is dat waarom we hier zijn? Ja. Jullie zijn alleen maar hier voor human shield. Thanks, meer resources en human shield. Oeh, is dit? Even kijken hoor. Okay. Ja, metal oor heb ik. Yeah. 2, 3 keer metal oor heb ik. Zand. Die is rare, toch? Ik ga vechten. Waar is die nou? Oh, ik zie daar nog 3 keer metal oor. Ben jij in het... Hoppa! En hier nog. Oeh. Dat zag ik. Jongens, hier zit veel van die metal oor. Je moet ook in die planten kijken. Ja, daar zit het ook, hè? Daar vond ik er net 2, inderdaad. Ja, ik bedoel de seaweed die erin zit. Oh, daar is die! Oké, ik moet eerst even ademhalen, is ook wel belangrijk. Okay. Maar waar ben je? Ja, hier echt onder ons vlot, op het bodem. Daar ligt echt superveel. Het is heel veel metaal, metal ore, stone, zand, echt alles. Oké, ja, het is een beetje jammer dat mijn haar kapot is. Oh, wacht, die kan ik wel even fixen. Ja, en dat seaweed, hoe haal ik dat eruit? Niet met je haak, hè? Nee, dan moet je gewoon met eten. Maar dat kan niet al... Ik heb het al ge... Oké. Nou, dan pak ik nog even het laatste metaal. En de laatste steendingen. Zo ligt hier echt superveel. Lekker. Volgens mij hebben we het er een beetje te... Oh, hier nog. Ja, heel veel van dat scrap metal, of hoe heet dat? Ouch. Ja, scrap metal. Oké, ik ben bijna dood. De haai zwemt om mij heen. Het zal stenen zijn. Oh, ah! Ik weet niet waar de haai zwemt, hopelijk niet dichtbij. Ik wilde even ademhalen, maar dat vlot zat boven mijn hoofd. Dankjewel. We zijn goed bezig. En dan pakt de haai me ook nog. Maar ik zie hier nog dingetjes, ik wil dit ook nog hebben. Hebben jullie dat ook altijd, dat je dan ook echt alles echt leeg wil hebben, voordat je weer verder gaat? Ja. Dat is helemaal zonde, er zit nog één zo'n dingetje, die wil ik ook nog. Ik heb een hamer van iemand opgepakt. Oh, hier ligt echt weer superveel. Ah. Die nog. Snel water drinken. Hier nog. Oh, had jij die nou? Ja.
We zaten precies op dezelfde plek. Okay, ik ben echt ademhalen. Zo gewend dat ik geen stenen meer oppak. Oké, even... Wat dan? Dat ik echt gewend ben om geen stenen meer te hakken. Oh, je hebt uiteindelijk zeker te veel. Ja. Ja, precies. Daar geef ik me niet zoveel meer aan. Even kijken, hier komt er wat bij. Oké, ik ben echt bijna dood. Die kan hier nog in. Zo. Die kan daar nog in. I'm good. Ik ben veilig, hoor. Kom even op het land. Even op het vlot. Moeten we weer dingen smelten? Jij hebt ijzer, toch, zei je? Ja, wil je het? Ja, doe maar hier in die... Oh, ik heb het op de grond gegooid, sorry. Het ligt hier. Oh, dan gooi ik het ook meteen op de grond. Ja. Nou, lekker dan. Zal ik even de watermeloenen... Heb ik even... Hè? Die hebben de antenne en zo nog niet geresearched. Dit is niet handig. Nee, we hadden een antenne gevonden. Toen. Wat? Nee, we hebben een radiootje gevonden. Oh, een radiootje hebben we gevonden, dat was het. Je moet die circuit board researchen. Die heb ik. Ik moet die kan echt wat eten. Die kan ik maken op zich. Oh, die visjes zijn veel beter om te eten. En dan moet je researchen op, en dan kan je de... Als je die dan researcht, dan kan je de antenne en de receiver... Oh, nou, kijk. Kijk. Maar we hebben weer planken nodig. Ik die spullen heb gelaten. Hier is koper. Kijk, doen we die. Wat heb ik nog meer nodig daarvoor? Het water. Oh, nee, die moet ik hebben natuurlijk. Oh. Koper. Ik kan er niet langs. En mijn goo. Ja, hij is gone. Zij zijn druk bezig met die haai. Ik ben in de tussentijd... Oh, nee. Ik moest het niet opdrinken. Dat is de bedoeling dat ik dat op de plantjes ging gooien. Is die haai dood? Nee. Ik heb de circuitboard gedaan. Okay, nice. Dan kun je nu de antenne... Wil je die? Heb je honger? De sprinkler. Ja. Wil je vis? De receiver. Hier. Huh? Oh. Okay. Oeh, lekker. Dank je. Nom. Ja, oh, dat zag er heel charmant uit. Wow, mijn water zit vol. Ik heb van die watermeloenen gegeten, maar ze vullen echt helemaal niet. Maar ze geven wel veel drinken. Of veel dorstlesser, zeg maar. Hé, wat is er gebeurd met alle vis? Waarom zitten er gaten in het vlot? Nou, we hebben hier een net, dus dat vangt dus van alles op als er door het water iets drijft, zoals hout en dat soort dingen. Die zijn alleen niet super efficiënt opgesteld. Oh, niet? Is dat handiger op de randjes toch wel? Ja, gewoon in één lijn, zeg maar. En dan gewoon in de wind gaan. Ja, zoals we het hier hebben. Gaan. Of echt nog die andere kant meer op, bedoel je? Ja, wij deden ze altijd gewoon in één lijn. Ja, oké. Okay. Nou, wij wisten in het begin nog niet zo goed wat we ermee moesten. Maar daarom zitten er dus gaten in. Wacht, ik start heel veel mijn camera opnieuw. Want, we kunnen ze eruit halen, toch? En dan hij staat er zo lang aan. Ja, dat kan. Ik heb hier op de hoek zetten ergens of zo. Als mijn camera echt 76 minuten heeft aangestaan, dan stopt hij met opnemen en dan vindt hij het mooi geweest. Dus zo lang zijn we blijkbaar alweer bezig. Oh, hey, ik ben mijn hamer trouwens kwijt. Ik denk dat ik die in het... Ja, die heb ik. Oh, die heb jij. Heb ik die aan jou gegeven net dan? Nee, die had je op de grond laten liggen hier. Oh, hier ligt mijn hamer. Misschien kun je die gaten even dichtmaken. Ja, dat wilde ik al doen, maar ik heb planken nodig en ik heb geen planken. Geen hout. Ik heb ook geen hout. Nee, zullen we maar weer gaan dan? Planken. Ja, daarom. Laten we gaan. Oh, wacht even voor mij. Hoe doe je dat anker omhoog? Hier op de... Aan de hendel. Kun je op een hendel, ja. Aan de rechts. Hier zo. Ja, een bloemetje. Oh ja, ik zie het. Vallen! Oef. Dank je. Is hij er nou... Nee, nu zit hij er juist weer in. Oh, hij hoort gewoon zo. Ja, hij zit goed. Oké, dat hoort zo. Jij was erop terug, toch? Ja, dit moet ik nog maken. Het is niet zo mooi zo, hè? Ja, het is wel een mooi kijkgat. Ja, vooral als hij... Ah, nee! Nee! Altijd als ik dat soort dingen heb, dan ga ik echt meteen dood. Dus ik ga klaarstaan. Voor die haai. En zijn hem nu nog. Oh. Hey, moet je deze ook nog goed om doen? Welke? Die dingen. Ja? Wat? Moet je die net nee, op? Je kan het gewoon plaatsen zoals je wil. Maakt het niet uit welke kant erop staan. Als er dingen indrijven, dan blijft het zo. Er zit echt veel in het water, joh. Wat is er stuk gegaan? Wat? De wereld.
De hele wereld is kapot gegaan. Oké, okay, dit gat is gefixt. Dat is één. Ah, nice. Oké, okay. Mooi. Dan kunnen we daar niet mee. Dat is wel een beetje het achterliggende verhaal dat door klimaatverandering... Oh, echt waar? De zeespiegel is gestegen of zo. Oh, en daarom zit je dus echt constant op het water met alleen nog maar mini-eilandjes. Ja. En met allemaal pollution. Ja. Plastic in de zee. Story. Word je soms jaloers? Ja. Vraagt iemand. Als jij en Rick samen spelen met meisjes en zo. Nee, daarvoor zijn we al iets te lang getrouwd, denk ik. Oh. Oh, nou, lekker dan. Oh, maar meer van dat zit gewoon goed. Oh, oké. Okay. Nee. Want ik ben eigenlijk nooit echt jaloers. Ik ben heel erg jaloers dat Jesse een nieuwe film speelt. Dat snap ik. Ik ben namelijk ook echt... ontzettend knap. Ja, maar dat sowieso. Jullie lijken ook veel op elkaar, dus dan is Jesse ook meteen vet knap. Ja, ik probeer mijn haar te laten groeien, like maar het lijkt maar kort. Het is toch wel grappig eigenlijk, dat jij hebt langer haar dan ik. En ik wil lang haar. Moeten we ruilen voor een poppetje? Yes. Oké dan. I'm you. Oké. Okay. Bouw meer kisten en hou het georganiseerd. Yes, ja, will do. Iemand, wel heel veel iemand in mijn chat die vraagt... spelen jullie nog met meisjes en zo dan? Ja. Ik neem aan dat ze gewoon... Hey, ik heb mijn ding weggegooid. Mijn hamer, oh gelukkig. Oh nee, dat heb ik ook zo vaak. Ik heb ja, maar ik kom door Fortnite. Ik druk altijd op Q. Ja, ik heb hetzelfde. Ik leen even water van buiten om crops te doen, hoor. Ik ben weer druk bezig met aardappelen verbouwen. Stop je uiteindelijk met die aardappelen? Zijn die uiteindelijk niet zo interessant meer? Die zijn al heel snel niet zo interessant meer. Oh, oftewel, ik moet er nu al mee stoppen. Oh, nou, dan maak ik voor nu de laatste aardappelen, oké? Okay? We hebben nu op onze weg wel echt een hele grote farm waar we echt heel veel aardappelen en... Ja, we gaan zo meteen eens even kijken bij die van jullie, hoor. Oh ja! Want daar ben ik wel echt mega benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Oké, ik kan niet beloven dat ik alles netjes kan houden. Jesse heeft de kist ingericht. Oké, nou dan zal ik daar niet aankomen dan. Ik doe al niks. Ik doe wat me opgedragen wordt. Ik doe wel niks. Alleen kijken. Kijk. Ik moet... Wie heeft hier een schoen geplaatst met een bloemetje erin? Jesse, ik heb er geen bloemetje erin gedaan, maar ik heb wel een schoen erin gedaan. Oh, er is een bloemetje in gaan groeien. Oh, wat schattig. Ja, hij staat best wel leuk eigenlijk. Ja. Circuit board. Oh, hier. Yep. Is er nog buiten wat spul? Nee, echt helemaal niks. Ach jongens, ik ben zo aan het zoeken in dit hele... Nee, af en toe is er echt helemaal niks. Dus... Oh, en soms is het zoveel dat je het gewoon niet aan kunt. Maar ja, we hebben nu boven een vet mooi hutje, maar we komen er bijna nooit, want we slapen nooit. Hallo, ik sta hier toch? Ja. Heeft er iemand achter? Maar je bent nu alweer weg. Nee, ik heb nul planken, dat is dus het probleem. Ik heb ook helemaal geen planken. Nee, ik heb net planken gebruikt om het vlot te fixen en om het eten weer aan te steken. Bellen, hè? Maar ik kan er niets van doen. Ja, ik dacht ik dan eindelijk een metalen implants maken. Maar daar heb ik geen hout voor. Een bel. Oh, ja. Nee, en er is ook gewoon echt niks. Ik heb metaal gejat, volgens mij. Oh nee, wacht. Ik heb het alweer gedaan. Oh, ga er nou uit. Ga er de rechter staat nou wel goede kant op. Stomme haai! Hij is hier! Nee! Weer in het water? Ja, maar echt, en ik was er maar weer heel even in en ik kwam net niet op de kant. En dan meteen komt die haai weer om me weer te bijten. Is toch verschrikkelijk? Woon jij trouwens wel in Nederland? Wel eens in Nederland, vraagt iemand aan mij. Ja, ik woon wel eens in Nederland. Altijd woon ik in Nederland. Over het algemeen, ja. Iemand vraagt, wat kun je doen met een schep? Is dat die jij steeds hebt in je hand? Dat is zo mee te peddelen, toch? Ik had net een peddel, maar volgens mij heb je ook een schep, toch? Waar je mee kan graven. Ja, dan kun je... Op het land kan je waarschijnlijk gewoon alles uitgraven. Wat kan je mee krijgen? Wat kan je? Sorry. Dat heb je uiteindelijk nodig om dieren op je raft te hebben. Ah, oh, dat kan ook nog. Je begint het aan eigen boerderij. Er zijn een aantal dieren die je kan... Oh, wat leuk. Ook Gerry de Vogel. Ik kan ze namen geven. Ja. Oh, echt?
Ja, dan krijgt ze zo'n naamplaatje aan de nek. Oké, nou, we moeten even nog doorspelen, dus ik hoor het al. Ja. Noobs ermee. Noobs. Je ziet het kijk, die waar wij ons goud aan uitgeven, hè? Nest, aan een heel mooi dak. Ik kreeg net van iemand een tip. Waarom doe je niet gewoon die verbranders voor het water binnen weg? Ja. En neem je niet gewoon nog zo'n ding voor wat we buiten hebben staan? Ja, dat is misschien wel beter, hè? Ja. Want dan kan je meer uithalen inderdaad. Zodra je deze hebt, dan moet je eigenlijk die oude niet meer gebruiken. Oh, oké. Okay. Want ja, die kostte veel te veel hout. Ja, zo ja. En die andere doet het natuurlijk gewoon met verdamping van de zon. Ja. Niet eens. Het doet het gewoon. Ja, het doet het gewoon. Dat doet het nog steeds. En de zon brandt gewoon altijd. Ah, nee. Oh, nee. Why? Sorry voor je oren. Wat ben je aan het doen? Ja, ik val natuurlijk weer eraf. Wie komt er meteen weer aan? Ja, omdat ik dat houtplankje probeerde te pakken. Ik dacht dat ik dat precies kan ook gewoon even wachten, hè? Nee. Of met je haak? Ja, maar. En toen viel ik er dus in. En toen kwam meteen weer die haai. Oh. Maar echt direct, hè? Hoe kan ik toch altijd zo snel zijn? Ja! Ik moet nog 4 planken. En dan kan ik er iets doen. Oh, ik heb 5 planken voor je. Oh. Ik heb ook nog een plankje. Moet je planken? I need food. Nee. Oh. Ik heb hier een aardappel voor je. Jij had hem ook niet. Hier, ik heb hier 6 planken voor je. Ah, dank je. Nou, ik heb een receiver gemaakt, jongens. Oh, nice. Oh, nee, een speer. Nice, dood. Ik schrok van die haai, zegt ze. Ja, ik ook, hoor. Maar waar moet ik dit ding dan neerzetten? Hij is zo huge. Iemand zegt dat we een plot moeten maken op ons vlot. Want dan kunnen we ook bomen gaan verbouwen. Dat is wel handig. Want dan kan ik dan eindelijk die dingen die ik heb voor die mango-bomen plaatsen. Oh, wat hoor je daar overboord? Oh ja, heb je wel. Heb je wel. Adinda? Ja, nog een batterijtje erin. Ja. Wat gooide jij nou hier overboord in dat doosje? Hoef je dat niet meer? Nee, dat was een haaienhoofd. Oh, deze moet wel hoger staan. Oh, weg met dat haaienhoofd. Oh, zo laat je dingen verdwijnen. Oké, wacht. Nee, dan heb je 3 antennes. Ik dacht dat deze game goed voor de natuur was, maar... Nou ja, aan de andere kant haaien doodmaken, vogels doodmaken. Om hier. Bomen omhakken, niks ervoor terugplanten. Goede plek inderdaad. Ja. Nee. Ja. Ja, de wereld is toch al vergaan. Ja, de wereld is toch al vergaan, dus dan kan dat er ook nog wel bij. Een batterij moet Ja, er moet een batterij in en we hebben 3 antennes nodig. Oké, nou ik heb een copper ingot moet ik hebben. Die hebben we volgens mij nog ergens. Yes, of heb ik die allemaal opgemaakt? Ik ben best wel lekker bezig met die tonnetjes zo. Waar heb ik het nou gelaten dan? Ja, dat was echt heel jammer. Oh, hier. Oké, ik heb een batterij. Oh, nice. En wat kunnen we daarmee? Kan ik dan mijn eigen iPhone maken? Ja, als nee, kijk, dan anders kan ik toch niet op Instagram en zo. Het is wel heel erg dun, maar dat mag niet. Ja, dat is niet heel veel ruimte, hè? Maar ik heb geen hout om, om het af te maken. Wow, nu lukt het, voor nu lukt het wel. Nee, je staat nu... Je ziet dat je 3 antennes nodig hebt. Ja. Met je hand wel. Dus je moet 3 antennes in de buurt maar ver genoeg uit elkaar zetten. Nee hè? Okay. Ik kwam al aanrennen met mijn speer, maar ik was niet snel genoeg. Oh, je hoeft het dus niet eens water te geven om dat beest te lokken. Oh, ik ben ook mijn speer kwijt. Circuitboard en bolt. Kan je nog een speer knutselen? En dat dan 3 keer. Nee, ik heb geen haat meer. Oh, hier, ik heb een speer voor je gemaakt. Dan hebben we die goo voor nodig. Oké, dus we moeten weer even naar een eiland. Ik zie daar een eiland. Oh, ik heb nog wat, ik heb nog 8, hoe heet het? Seaweed. Oh, nice. Dus we kunnen best nog wel van die goo maken. Ja. Maar we hebben planken nodig voor... Ik heb kinderdrumsticks! Oh, daar is nog een eiland. Sorry, Gerry. Ja, ik had al de dingen die kant op gestuurd. Maar ik leg je eventjes op de barbecue. Is het Gerry of Gerry? Ja, Gerry. Toch? Was dat toch? Ik heb er honger. Ja, ik heb al Gerry op de barbecue gelegd. En ik heb hier een visje voor je klaar. Kijk, hier. Oh. Hier. Weet je die? Ik haal jullie 2 helden door de war, denk ze. Ja, we lijken ook veel op elkaar, hè? Dat is met jullie ook het probleem, hoor. Oh jee, ik heb ook mega veel honger, blijkbaar. Was er al iets anders klaar? Nee, dan eet ik wel gewoon een rauwe aardappel. Ben niet zo moeilijk. Is ook goed. Ik ben klaar om boompjes te hakken. Ja, Gerry de vogel. Ja, wat was toch Henk de haai? Iemand zegt hier nu Harry de haai, maar volgens mij was het Henk de haai. Harry, volgens mij was het Henk.
Ja, hè? Maar Harry de Haai vind ik ook leuk. Yeah, you killed Gerry! Oh. Arme Gerry. Oké, ik ga nu geen aardappelen meer verbouwen. Wat kan ik dan nog meer verbouwen in die kleine tonnetjes? Niet zoveel. Oh my god, ik heb honger. Niets? Bietjes. Oh, beets. Wat? Ik dacht, ja, ik zei niets. Wat kan je daar nog meer verbouwen? Niets. Oh, oké. Okay. Biet. Justin vraagt in de chat, wie wil op mij verliefd zijn? Nou, ik. Voor iedereen. Rick. Doe een vlotte routine. Hoe moet dat? Wat? Weet een vlotte routine? Weet je die? Vlotte routine. Ik heb honger. Ja, hier. Kipje. Ja, ik kan het niet aanpakken van je. Ik kan het alleen aannemen als je het in een doosje doet. Oh. Je mag dat ook in mijn knuisje eten. Iemand zegt dat we de haai Bruce moeten noemen. Oh, Bruce. Is dat niet van Sharkbait? Of hoe heet die? Nee, de Finding Nemo. Oh ja. Oh ja, daar is het van, ja. Dat is eigenlijk wel grappig, want op een van die eilanden of markeringen... Ja. Oh ja, van die plekken waar we straks heen gaan, dan krijg je allemaal notities, vind je allemaal. En dan heeft iemand inderdaad die haai Bruce genoemd. Oh, echt waar? Oh, grappig. Ik zal hier dat is gewoon iemand die het al kent, het spel. Waarschijnlijk. Spoiler. Ja, geef spoiler. Wel spoilers, ja, precies. Spoilers. Nou, dan doen we het niet. Mam. We noemen die hij zus. Iemand vraagt, waarom gebruik je nog steeds dat kleine rotbekertje in plaats van een fles? Oh, maar ik heb nog niet genoeg goo. Ik heb niet genoeg goo voor een fles. Ik dacht, ik hark dit ding even nog. We maar... need the goo. Ja hoor. Dat is eigenlijk het antwoord op alle vragen die jullie stellen. Van waarom hebben jullie dit nog niet? Waarom hebben jullie dat nog niet? Wij zijn niet zo heel zuinig met onze resources. dus we doen maar wat. Ja. Ik heb wel een ananas. Kunnen we daar ook wat mee bouwen? En dan heb ik waarschijnlijk ook weer kaaszaadjes. Oh, hier ligt nog superveel seaweed in de chest ook. Ja, we moeten dat dan in koken. Of branden of zo. Ja. Ja, smelten. Maar... Smelten, dat is het. Goed zo. Het duurde even, maar we komen hier wel. I believe I can fly. Professionals. Oh jee. Nee, niks aan de hand. Niks. Hey! Lekker! Oké, maar ik gebruik ook nog steeds het kleine bekertje. Maar we kunnen dus blijkbaar een fles maken. Yeah. Hey, volgens mij heb ik metaal. Oké, ik ga nu kijken. Eten en drinken. Heb ik een... Oh, joh, we kunnen zelfs al veel meer maken dan dat. Ja, dan heb je dat fine goo inderdaad nodig. Dan moesten we dat zeewier verbranden. En we hebben ook nog dit. Dus als ik even wat planken heb, dan kan ik een bucket maken. En die kunnen we gebruiken voor melk. Ja, maar we hebben nog geen... Geen beesten en zo. Vera die vraagt, wat zijn die flessen die in het water drijven? Ja. En wat kun je daarmee? Dat is gewoon plastic. En dat heb je nodig om bijvoorbeeld hieronder te doen. Kijk, hieronder zit plastic. Onder dit, als je dit bouwt. Okay. Zodat het blijft drijven. En je gebruikt het soms ook voor andere dingen die je gaat bouwen. Volgens mij heb ik het hier zelfs voor nodig. Kijk, plastic. Dat zijn die dingen die daar dus ronddrijven. Ik hoor weer vogel. Okay. Ah, Gerry, kom hier. Ik heb hem gemist. Gerry, ik heb hem gemist. Hij kwam weg hoor, met zijn hapjes aardappel. Hoepa. Oké, maar... die haai. Nee, ja, laat me met rust. Maar we hebben dus... zeewier nodig. Hebben we dat allemaal al geplukt? Ik ben een beetje aan het doodgaan hier. Oh. Niet te houden. Heb je hulp nodig? Ik ben dicht bij de raft. Oh, oké, dus je overleeft het. Zit er eigenlijk iets op dit eiland? Of zijn we alleen maar aan het duiken? Oh, jongens, ik ben gewond. Mijn hele linkervoet ligt eraf. Oh, dat is lastig. Ja. Dat is een probleem. Is het. Ik voel mijn voet niet meer. Ja, walk it off. Ja, ik word wel gewoon die houten poten. Ik ga intussen gewoon door, hoor. Ik negeer de pijn. Kan best. Goed bezig. Er ligt hier heel veel zand. Waar gebruik je dat zand voor? Want ik blijf het nu wel hakken, maar... Voor glas te maken. Oh ja, natuurlijk. Dat klinkt logisch. Ja, dan kunnen we ook meer van die smelters mee maken. Ja. Oké, nice. Ik heb namelijk heel veel zand. Oké dan. Auw!
Oké, ik heb van die goo. Die haai, joh. Wat is nu belangrijker, jongens? Nee, is het belangrijker dat we plastic flesjes gaan maken? Of is het belangrijker dat we antennes gaan maken? Ja, goede vraag. Ik zou zeggen antennes. Oké. Past dit nou net niet meer? Ik heb hier nog twee net goo. Niet. Oh, zo, ik moet koper hebben, man. Oh, kijk, hier, deze kan ik... Oh, oh ja, die zit gewoon bij mij hier. Nou ja, dat moet ook nog smelten. Ja, ik heb hier wel koper. We hebben trouwens ook heel veel van die blueprints. Oh, die blueprints, die hoef je echt alleen maar één keer naar te kijken en dan kan je ze weggooien. Oh. Oh, beter. Die nemen die zitten maar, namelijk al die tijd al in die storage. Die bloemen ga ik trouwens ook gewoon openboord gooien, hoor. Ja, dat is... En die recepten, wat moet je daarmee? Later kan je zo'n cooking pot maken. En daar zijn die recipes voor. Die kun je allemaal ingrediënten bij elkaar gooien. Oké, want we hebben namelijk meerdere drie recepten hebben we. Oké, die blueprints, ik ga ze even bekijken. Dat er nog die recepten die kun je opnemen. Ja, oeh ja, dit is die blueprint van die receiver. Die kun je weggooien. Ja, die doen we er zo. Bloep. Ja. Naar de haaien. En ik heb hier eentje voor een antenne. Die kan je ook weggooien. Bloep! Voor de haar. Alle blueprints heb je één keer naar te kijken, dan kan je weggooien. Oh, oké. Dan heb je gewoon die DIY geleerd, zeg maar. Ja. Yeah. I get it. Sorry, ik heb alle haar opgegeten. Oh, geen idee. Heel stervende. Dat is niet erg hoor. Onacceptabel. Was het lekker? Ik heb aardappel. Dat is het enige dat ik elke keer heb. Oh. Ik zou ook wel wat aardappel op de... Iemand vraagt... Gaan jullie nog naar het vlot van Motte en Jessie? Oh, Kitta en Jessie. Waarschijnlijk autocorrect. Oh, dat vind ik een mooie. Motte. Hey, je hebt nog één. Hallo. Where you going? Zo. Ik was hier net ook, er is niks. Je kunt alleen heel leuk naar beneden duiken vanaf hier. Maar verder... Kijk, hè. Maar is hij weer bijna daar. Okay. Nice. Oké, ik ga wel hier staan wachten met de speer. Hard ja, oh, hij is dood. Nice. Ik steek hem toch nog één keer gewoon... Ja, zal ik hem doen? Nee, volgens mij heeft Jessie het al, toch? Oh, ik was nu gestopt. Nu stop. Ja, we're screwed. Yeah, we're screwed. Snel zoveel mogelijk pakken. Gerry! Ja, toch weer één keer geprikt, hoor. Oké. Om die fles te maken, hadden we dat fijnkoe nodig? Hebben wij nog zeewier hier gevonden of moeten we daarvoor nog even onder water? Oh, ik heb nog 11, maar... Ik heb ook best wel wat... Misschien ligt er nog wel meer. Moeten we nog even zo'n smelter maken? Is dat een idee? En als we daar nou even die fijnkoe van maken... Ja, we hebben nog 12 van die dry bricks liggen. Of zo, ja, hier zo. Oké. Maar we hebben meer hout nodig om te maken. Oh nee, je zit er niet meer rauw te eten, hè? Ik heb rauwe haai naar binnen zitten werken. Oh, dorst. Oh. En ik heb ook weer zo'n stom hoofd. Wil iemand die of zal ik hem overboord gooien? Gooi maar overboord. Ja, wil je hem niet op? Nee. Stom haai hoofd. Oeh. Hallo. Dat is zo lelijk, hè? Het kijkt ook helemaal niet lekker. Oh, het is echt lelijk. Hey, heb jij honger of zo? Of dorst? Want je loopt echt heel raar. Oh, dat is gewoon mijn normale loopje. Oh, oké. Okay. Hoezo? Ja, ik was gewoon even bezorgd. En bedankt. Ik zei toch net dat die haai mijn voet eraf heeft gegeten? Ja, dude, nee, sorry. Hoe wil je dat gelijk, ik nog ik had beter moeten luisteren. Het spijt me. Heeft er iemand zin in kip? Is het alweer... Waar zitten jullie met z'n tweeën zo aandachtig naar te kijken? In de kist waarschijnlijk. In de kist. Ja, ik wacht totdat ik in de kist kan. Nou, oké, ik eet zelf de vogel op hoor. Kan je de haai doodmaken? Jazeker, dat hebben we al een aantal keer gedaan. En we gaan zo meteen even kijken op Jessie's en Adinda's vlot. Yeah. Als jullie er klaar voor zijn, zeg maar hoor. Mij maakt niet uit. Je zegt het verkeerd, hè? Oh. Dat was Motte. Oh ja, Motte. Motte. Ja, dat is wel de mooiste naam, hoor. Motte. Nee, Motte met een M. Oh, Motte. Ik dacht nog Motta. Dat lijkt in ieder geval nog iets meer op Kitta, maar... Nope. Oké, Motte. Iemand zei dat je het haaienhoofd kan ophangen, maar dat lukt me niet.
Ja, maar dan nog, dat wil je. Ja, je moet een... Waarom zit jij er zo mee te knuffelen? Met dat... Jij zit echt bij te knuffelen met dat hoofd. Bij decorations heb je trophy boards, daar kan je hem aan hangen. Ah, oké. Niet belangrijk dus. Nee, je mag hem over de boord gooien. Nou, ik heb het hier bewaard. Ja, het begint er wel leuk uit te zien, dat vlotje zo. Moeten we weer gaan, of moeten we nog... volgens mij zijn we hier klaar, toch? Ik denk dat we weer kunnen gaan, ja. Yes. We hebben ook weer hout nodig. Ah, thank you. Let's go. Let's go. In 3 en 9. Wil je de haai doodmaken? Jazeker, we gaan zo meteen de haai weer doodmaken. Ik vind het zo leuk dat je zo meeleeft met de game. Wat, we zitten toch ook op een vlot? Is het niet echt? Kun je Raft spelen op je telefoon? Jawel toch? Volgens mij is het ook een haakje stuk. Serieus? Echt? Ja, dat dacht ik. Of een... Iedereen helemaal verbaasd. Ik ga even kijken. Iedereen naar zo'n haak. Even kijken. Planken en een bols heb ik daarvoor nodig. Mijn haak heeft namelijk echt nog maar 1 klein rood stukje en dan is hij op. Ja, Raft Mobile. Hebben we nog een bolt? Weet een van jullie dat? Nee, hè? Zo'n boutje. Oh, die kan je heel makkelijk maken met iron. Die zit in de kist. Oh ja, ik zie het inderdaad. Gewoon metal dingen heb je daarvoor nodig. Die heb ik net al gezien. Er is een mobiele versie. Ja. Oké, dat kan ik dan wel even knutselen. Zo. Ja. Had ik maar niet zoveel voor nodig, toch? Ik heb per ongeluk al een bol te veel gemaakt. Oepsie. Oké. Okay. Oepsie. En dan heb ik nog planken nodig. 4. Ik hoor mijn vriend. Ik heb mijn telefoon gestoken. Echt? Ja, echt? Nice. Komt hij nou naar beneden vallen of was hij nog net... Had hij net overleefd? Nee, hij is dood. Nice. Dus we hebben weer kip. Kijk, daar zit weer zo'n dingetje. Maar 1 keer steken. Super nice. Oké, nou, als er iemand trouwens 4 planken heeft, dan hou ik me aanbevolen. Ik heb er 1. Ik heb er 21. Ik heb er 1. Wow, zoveel! Yeah! Waarom? Niet. Ik ben rijk. Anders voor zichzelf te houden ook, hè? Ja. Oh. Thank you. Pas niet eens in 1 doosje. Oké, je krijgt het zo wel weer terug, hoor. Ik hoef alleen maar even een haak te maken. Kijk, hier. Zal ik het plankje teruggeven? Mijn! Ik heb ook wel nodig. Ik heb ook geen haak. Oké. Nou, neem maar. Dammit. Dat gaat ook niet met je hengel. Nee, ik had mijn dingen niet op mijn bar staan. Mijn speer. Ah. Ik kon hem niet steken. Yes. Wel handig dat we trouwens nu zo'n anker hebben wat we gewoon de hele tijd uit kunnen gooien. Ja, dat is echt wel ideaal. Want dan kunnen we ook gewoon fatsoenlijk naar van deze vlotjes toe. Want voorheen dwaalden we dan zo ver af. Daar is hij weer. Had je hem? Maar Jesse gebruikt dus nog geen anker, want who cares. Er zit niks op, hè? 1 crate, maar... En die heb ik gepakt. Dus iets in ieder geval. Let's go. Ik heb een recipe voor vegetable soup. Doe maar in het receptenkistje. Die vogel verschrikken bovenop. Oh, ik heb weer honger. Ja, dat is echt... Ik heb 7 aardappelen. Die moeten op, hier. Ja, maar zijn ze ook gebakken? Nee, dat niet. Ik heb er 2. Maar eet ze maar gewoon op het vlot sowieso. Ja, ik wacht wel even hier op deze. Zou die bij mij klaar zijn? Oké, maar deze dingen doen we nu dus weg. Hé, die dingen doe ik nu weg. Die. Even kijken hoor. Doe ik dit nu goed? Ja, die waterdingen heb ik nu hier. Wat doen we daar nu mee dan, nu ik ze heb opgepakt? Gewoon overboord gooien? De wat? Water? Wat? Ja, die dingetjes die binnen stonden, die gingen we weg toen, toch? Waar je dat water mee maakte. Oh ja, die kan je wel weggooien. Die gooi je gewoon overboord? Ja, mag gewoon. Oh, doei. Bedankt voor je trouwe dienst. Ligt ze hier nog? Niks. Ja, en dan maken we zo wel even gewoon inderdaad zo'n andere. Dan heb ik even planken nodig en glas. Met glas kunnen we maken. Doen we dat ook in die smelter met zand? Ja. Ja. Ah, nice. Daar zit niks in, toch? Duurt lang, duurt lang, duurt lang. Ik heb zo'n honger. Ik ga dood. Ik had je nog kip aangeboden, maar... Je wou zo graag haai hebben.
Oh, sorry man. Ja, ik dacht dat het echt nog heel even zou duren. Anders had ik wel gezegd, doe zit maar. Zit er al iets in? Hé? Hey? Maar seks is lekker zelf op te smikkelen. Wat zit er nu, man, zit er nu in, deze dingen? Schiet dan op. Hallo? Ik ga koperblokken eten, hoor. Kan je even niet doodgaan, want ik vraag je wat. Wat? Ik zeg, wat zit hierin? Die goo? Ja, nee, geen idee. Oh, ik heb er zand in gedaan. Oh, je had er al zand in gedaan. Lekker. Zo, de haai is klaar hoor. Dus als jullie honger hebben. Nou. Hebben jullie echt mega veel honger, al zijn ik sterf bijna honger? Nou, nu niet meer. Had ik net wel, ja. Oké, maar eet ik ook een stuk haai. Ik zit lekker vol. Ik heb niet zoveel eten. Oh, lekker. Nou, jullie zijn fan van Gerry, hè, om te eten. Ja, zeker. Oh, man. Die ropes. Give me the ropes. Ja, yeah, pick up glass. Niet small ropes. Zal ik er meer in doen? Ja. Graag. Je hebt echt 4 glazen thank nodig. Thank you. Ja, inderdaad. Ik heb nog 2 glazen nodig. En dan kunnen we zo'n... en dan planken. En dan kunnen we weer zo'n nieuwe pacifier erbij bouwen. Eiland. Ik weet niet of we die nou echt per se heel hard nodig hebben eigenlijk, maar... Daar gaan we weer. Zo. Oh, gaan we weer richting het eiland? Ja, we gaan weer richting het eiland. Oké, goed bezig. Iedereen vol met drinken en met Iron. Eten. Waar is hij? Waarom zie ik geen hij? Oh, was hij al dood? Hij is er. Hallo, Gerry. Ik hoor Gerry. Had je hem? Mis. Nee. Heb je hem weer in de lucht zitten prikken? Ja, ik probeerde het. Daar zijn we weer. Heb je nou uiteindelijk ook dat je op eilanden komt waar je al bent geweest? Of krijg je altijd gewoon random nieuwe eilanden? Nee, eilanden die spawnen als je te ver weg gaat. Dus dan, ja. Oh, je had dan worden hem ze eigenlijk zakken, wel verwijderd en dan vind je alleen weer andere. Ja, dus je komt altijd gewoon weer op plekjes waar je nog niet bent geweest, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Dus niet dat je uiteindelijk niks meer te looten hebt omdat je alles al hebt gehaald? Nee. Oké, nou die bloemen die doen we niet. Ik kan nergens meer plek vinden om dingen in te gooien. Oh my god, ik ga dood. Oh, lift in je dirt. Ah, ik zie het. Wel een shovel dan. Dat is, nee, wacht, dat is geen... Deze werkt niet. Nou, wat is het dan? Nee, want de dirt die je kan... Opgave die gloeit, zeg maar, net zoals al die andere dingen die ondergrond gaan. Dus wat is dit dan? Niks gewoon? Is gewoon niks. Gewoon niks. Lelijk. Gewoon lelijk. Stamp het kapot. Stamp het terug de grond in. Jullie zijn lekker bezig daarboven, of niet? Ja, zij proberen dat zand terug te stampen in de grond, maar het lukte niet. We vonden het lelijk. Ik vind het ook zo jammer dat ik deze boomstammen niet kan hakken die hier liggen. Ja, hè? Ja, nee, die zijn om het eiland te beginnen. Ja, als ik kan de volgende er niet op. De volgende ook echt. Ik heb weer klei en zand. Oh. Goed bezig. Thank you. Ik sta hier weer te niksen op dit ding. Ja, maar er moet ook iemand niksen. Oh, ja, daar is de haai. Dat is ook een rol. Oh, iemand zegt nee, dat moet je met de schop doen waar we net op stonden te stampen. Oh, toch wel. Niet die. Nee. Oh, niet die. Nou... I'm confused right now. Dat dan toch niet? Even kijken, oh jee. Ik heb weer zo'n tunneltje. Ja, ik heb weer metal ore. Waar is die haai? Oh, kom vechten. Nice. Kom vechten dan, jongen. Hier nog meer? Ik heb weer heel veel van het metal ore verzameld. Ik ben ondertussen eventjes nog meer glas aan het maken. Dan gaan we weer. Oh, ik heb weer exact zo'n geheime tunnel gevonden. Hey? Ik hoop dat mijn inventory... Nee, het was niet. Hi. Oh! Ik kom achter jou aan. Zagen jullie dat? Ik heb die haai toch even lekker flink in zijn tandvlees geprikt, joh. Is hij dood? Nee, maar hij had wel zeer. Want ik zag bloed rondvliegen en het was dit keer niet voor mij.
Nou, kijk eens aan. Hij is bijna dood. Hij kwam nu met me knuffelen. Denk het niet, maar hij deed niks. Nog een keer. Ah! Ik heb je door, stakker. Hebben we al een fish stew recept? Ik ga hem nog een keer steken. Ja, ik wil hem weer aanvallen. Oké, okay, dan hij is dood. Ja, lekker. Yeah. Pak jij hem op? Oh, goed bezig. Oké, okay, nice. Oh, wacht, ik moet echt even ademhalen, anders ga ik dood. Looten. Oh, had ik die haai net even lekker. Je wordt handiger met die haai. Dat was een goede tip inderdaad, om gewoon te steken onder water. Ik heb het al een keer geprobeerd, toen ging ik echt mega erg dood. Toen dacht ik, oké, dat doe ik maar nooit meer. Want ik heb hem al leeggehaald. Ik heb een giant clam. Oh, er zit nu niks meer in? Oh, maar eens kijk. Dit is dus zo'n tunnel. Die gaat weer boven water hier en dan zit je in een grot. Nu wil ik het ook zien. Ja, ik ben er hoor. Ik ben elke keer degene die... Heb je gevolgd? Ik ga kijken of het... Ja, ik ben onderweg. Ik ben onderweg. Ik moet echt ademhalen overigens. Tadaa. Nice. Nou, er stond hier een kist, maar die heb ik al gelegen. Ah, oké. Okay. Oh, het ziet er wel schattig uit. Ik heb een steen liggen. En wat zat er in die kist? Lekker bezig, meid. Ja, thanks. Ik ben nou helemaal trots dat ik mijn haai heb aangevallen. Oh, wacht. Volgens mij heb spijkers plan. En... Ik heb joh, vandaag. Ik heb gewoon een plant daar zelf. Oh, er zat echt wel veel in, dus ook. Ja, meestal zit er best wel veel in. Moeten we je even tegemoet zwemmen? Ik weet niet eens waar ik ben, joh. Ik heb een heel rondje gezwommen op het eiland. Ja, waar die haai dood is gegaan. Ik denk dat zijn hoofd er nog wel ligt. Het is heel dicht bij het vlot hier. Oh ja, ja. Je moet gewoon bij het vlot naar beneden. Een gat zoeken. Kijk. Zie je mij hier in het water? Dat is normaal voor gewoon mijn hobby. Maar... ik moet wel eerst even eten, anders heb ik niet genoeg energie, jongens. Oké. Okay. Hey, maar als je hier naar beneden gaat, hey, waar je nu net uit komt... Ik heb honger. Ja, jeetje, ik kan toch wel luisteren als je honger hebt? Nee, want jij zegt hier. Dus dat betekent dat ik moet kijken. Maar ik moet eerst even eten halen. Ik moet ook eten. Er is niks te eten, alleen watermeloenen. Oh, ik kan het niet eens oppakken, de watermeloen. Oh. Zo, ik heb lekker gegeten hoor. Oh. Kijk, dit kan ik zal even een vis vangen en even erop gooien. Even die watermeloen opeten hoor. Nom, 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 nom. Oké, ik moest echt even wat eten, want ik had ook honger en dorst. En meloenzaadjes. Kijk, ik heb een rauwe tilapia gevangen hoor. Die gaan we eens even bakken. Zou toch wat zijn als zit je een gebakken tilapia is dat? Ziet dat er nou anders uit? Hé, hey, het glas is inmiddels ook klaar. Dus ik heb nu 4 glas. Ik heb 2 glas al gepakt. Dit is een nieuwe... Oh, oké. Okay. Nou, ik heb nu genoeg glas. Dus ik heb nu alleen nog 5 planken nodig. Dan kan ik nog zo'n waterding erbij bouwen voor binnen. Ik wilde zeggen, ik heb hier nog 2 glas. Of binnen, dan, dat is misschien niet handig. Nodig. Want de zon moet erop schijnen natuurlijk, toch? Ja, ik hoorde net dat niet uitmaakt. Maar nu heeft het zelf niet uit waar je hem zet. Oh, dan zetten we hem gewoon lekker binnen. En dan is dat gewoon... Hij werkt ook gewoon 's nachts. Groentes. Nice. Heeft er toevallig iemand nog 5 planken? Of... Ik heb er 4. Ik heb ze hier onder de kist gedopt. Oh. Kom halen. Nice. Thank you. Oké, dan ga ik hem bouwen. Ik heb een extra kist gemaakt. Oh, dat is beter. Oké, ik zet dit waterding binnen neer. Ja, mooi. Kan ik dit allemaal in gooien? Zo, voor in ons keukentje. Ik heb helemaal alles over, leuk. Denk ik. Voor iedereen die moet gaan slapen, wel rusten. Slaap lekker. Slaap lekker. We zijn alweer 2 uur aan het streamen, zowat. Huh, wat? Echt? Ja, 1:50 staat er bij mij. Wow. Maar ja, dat zie je, de tijd gaat toch gewoon snel met dit spel. Ja joh. Want ik heb nog niet eens mijn dak af. Nope. Over mijn dak gesproken. Ik heb al niet eens meer hout. Ja, ik heb nog een klein beetje, ik ga het opmaken aan het hout is echt een probleem. Ja, maar echt. In elk spel ook. Echt een issue. Ja, en dan zou ik hier waarschijnlijk... even kijken, welke moest ik daar ook weer voor gebruiken. Oké, ik ga even drinken. Maar je moet me echt even die tunnel laten zien. Want niemand heeft nog steeds... Ja. Waar ben je? Dat wil je zien. Nee, welke gebruik ik daar dan voor? Voor die platte ook alweer. Is dat... Ja, hier, kijk. Niet die. Oh, deze. Oh ja, die kan ik dan daar bouwen als ik meer hout zou hebben. Kijk, en dan is die helemaal dicht. Nou, daar gaan we voor. We gaan vandaag het hele dak dichtmaken. Kijk nou. Iemand zit trouwens al 2 uur lang in de auto. En die zit intussen tussen onze stream te kijken de hele tijd. Dat is wel gezellig.
Die heeft zo meteen geen... Hoe heet het meer over? Ja, geen databundel meer over, inderdaad. Oh, nice. Ja, gezellig. Dit is leuk. Ja, heb je hem gevonden? Ja. Kijk, zo ziet het eruit, jongens. Ik ja, zal ook nou, er stond dus net nog een kistje, blijkbaar. Kijk, hello! Hoi, maar daar vind je de schatkisten eigenlijk dus. Aha, dat hebben we echt nog nooit gedaan dus. Nee, wist ik niet. Ja, ik heb één keer heb ik een boot gevonden. En ja, daarin lag die kapiteinshoed die ik de hele tijd op heb. En ook een schatkist toen. Maar toen zei iedereen, ik zie een schatkist. Dus toen ging ik de hele tijd blijven zoeken overal. Maar die had ik toen al lang opgepakt. Oké, zal ik het anker weer inhalen? Gaan we hier weer weg? Ik ben goed. Ja, volgens mij hebben we alles wel weer. Oké, ja, ik heb best wel veel... ik heb 5 metal oor hier gehaald. En nog wat klei en steen en zo. Maar de steen is inderdaad wel veel. Echt veel metal oor. Klopt wel wat je zegt hoor. Dus inderdaad wel veel steen. Dus ik snap inderdaad wel dat je dat niet meer altijd nodig hebt. Zo, ik heb die koper... Oké, ik ben ananas aan het verbouwen. Ja, deze dingen doe ik nu eigenlijk niet zoveel meer mee. Want ik verbouw geen aardappels meer. Niemand had meer trek in aardappel. Jullie alleen maar haai en nou, Gerry. Op dit moment lust ik alles. Holy crap, kijk hoeveel! Zeggen, ik heb ook wat trek. Zoveel vlees. Ja. Dan wordt hier echt goed gebarbecued. Een barbecue party. Lekker. Oké, ik eet ook even wat hoor. De haai ligt erop trouwens. Genoeg haai voor iedereen. Oké. Nou, mooi. Ik heb geen helemaal mee. Ze zijn ook zo hard aan het werken op bezoek van ons. Doe je dat in het echt ook, Kitta, als je langskomt? Ga je dan ook van al het vlees halen en zo, koken, opruimen, van alles bouwen? Dat mag wel hoor, want dan nodig ik vaker uit hier. Mag je de was doen, dweilen? Helaas ben ik in het echt een stuk laaier. Ja, oh, dat ken ik. Ja, heel soms ook van die dagen. Dan ga ik er echt helemaal voor. En dan moet het ook echt extreem goed en netjes opgeruimd en georganiseerd worden. En daarnaast doe ik niet. Ja, dat doe ik zeg maar 1 keer per maand op mijn kamer. Ja, gewoon echt even goed. Helemaal opruimen en dan binnen 3 dagen. Is het weer, ja. Het ziet er in de video's ziet het er altijd super netjes uit met een Romein. Buiten het beeld is het echt een tering. Dat is toch bij elke influencer zo. Je schuift het toch gewoon een beetje aan de kant, zodat je gewoon je foto kunt maken. Zonder dat je al die rotzooi ziet. Oeh, nee. Oeh, ah. Ja, dat heb ik eerlijk gezegd ook wel misschien. Wat, alles aan de kant schuiven? Ja. Het haaienvlees is klaar, jongens. Ja, waar stream jij op? Op Twitch? Op Twitch, ja. Ah, leuk. En wat voor game stream je dan? Zo ook al games als dit, of... Ik heb dit wel eens gestreamd, maar... Ja, heel lang niet meer. Nee. Ik stream Halo, Pokémon... Oh, leuk. Minecraft af en toe. Ja, en in het Engels, toch? Stream jij? Ja. Leuk. Je mag reclame maken hoor voor je Twitch kanaal, dan komen er mensen misschien wel kijken. Oh wacht, dan zet ik even snel de microfoon uit hoor. Dat kan ik niet. Niet gratis doen, dat zou ik natuurlijk wel. Ik wil op zijn minst 10 planken hout. Ben je ook onder de naam Fubuki dan te vinden op Twitch? Hij durft niet meer. Oh. Ja, in de chat. Oh, ik zie het. Ja, ben je weer. Je moet even spammen, 10 keer achter elkaar. Oh, momentje. Hij heeft ook deze dure hobby opgepikt. En dat is Pokémon kaarten verzamelen. Oh, ja. Maar en wat doe je dan nu mee, gewoon sparen? Er zijn Pokémon kaarten die echt 300 euro waard zijn of zo. Echt waar? Ja, de duurste kaart die ik nu heb, die is ongeveer 350 euro waard. En hoeveel heb jij ervoor betaald om hem te krijgen? Willen we dat weten? Ook 350 euro? Nee, wel minder. Dit is 250 of zo. Maar ja, zitten dan ook nog andere kaarten in die ook wel wat waard zijn. Oh, oké. Dus je houdt het wel echt in de gaten als je die dingen dan aanschaft en zo. Ja, precies. Oh, nice. Waren die Pokémon kaarten niet echt van een heleboel jaar geleden al, dat we dat toen aan het sparen waren?
Ja, dat is echt 20 jaar. Ja, toch? Zo. Ja, wat ik weet namelijk nog. ja, volgens mij is dat echt al inderdaad 22 jaar geleden of zo. Oh, I feel old now. Er zitten toen van die oude kaarten bij die nu echt, waar je nou echt een huis voor kunt kopen. Nee, ja, echt? Ja. Nou, ik had toen dus een vriendinnetje van mij en we waren aan het winkelen met haar en de moeder en dus ook de neefje die ging mee. En die had toen echt die fase dat hij die Pokémon kaarten spaarde. Toen stonden we uiteindelijk al op het station om terug te gaan naar huis. En toen had hij dat pakje kaarten dat hij had gekocht in de stad, had hij opengemaakt. En toen kwam hij er dus achter dat hij die kaarten allemaal dubbel had of zo. Dus toen wilde hij ermee terug naar de winkel om het te ruilen. Ja, zo werkt het niet. Nee, helaas niet. Oh, huh? Heb ik nou die potato gepakt? Nee, ik wil die huh? Oké, ik weet nou niet meer wat ik heb weggegooid. Ik dacht echt dat ik die hele barrel had weggegooid, maar ik zat intussen te kletsen. Nou heb ik in één keer een ui in mijn hand. Die eet ik even op, dan ruik ik lekker. En dan heb ik weer een beetje plek. Ik ga een antenne maken. Ja, goed bezig. Yeah. Alleen hebben we er 3 nodig. Ja. Maar als ik toen eens had geweten dat die dingen zoveel waard zouden worden, dan had ik er ook al van een paar van die pakjes gehaald. Ja, maar ja, alles van dat soort dingen zijn niet te voorspellen. Dat soort dingen zijn inderdaad niet te voorspellen. Jammer altijd, hè? Waar zou ik de antenne neerzetten? Hoog. Ik kan er eentje naast de receiver zetten, aan de rechterkant misschien. Je hebt ook zoveel van die dingen, joh. Dat is echt... We hebben hier ook trouwens nog seaweed in zitten. Best wel veel zelfs. Oh, kakkie. Huh? Moeten we daar nog fine goo van maken? Een beetje meer uit de weg. Hello? Oh, mijn. Ik ga fine goo maken. Probeer eens te draaien. Oh. Ja. Oh. Yeah. Ja, hoor, past. Het past. En die nog? Dat is 1. Zo, nice. Oh, water. Oh, too close to receiver. Yes. Nevermind. Oké. Okay. Hij staat er weer bij. Ja, kan je fles al maken? Nee, nog steeds niet. Want daar had ik dus die fine goo voor nodig. Kijk, wow, maar die ben ik hier nu aan het maken. Vis. Een grote vis. Ja, ik moet vooral even gaan drinken. Ja, gelukt. We moeten even plek vinden om die antennes neer te zetten. Misschien in de slaapkamer. Zullen we anders ondertussen eventjes een house tour doen van onze vlog? Ja, vind ik leuk. Dat het te laat wordt. Ja, vind ik leuk. Gaan we doen. Hoe gaan we dat doen? Gaan jullie er even uit? En dan... Ja, dan gaan wij er wel even uit. Dan slaan we hem even op. Weet je nog wat je als wachtwoord had gedaan? Dat verander je toch elke keer weer. Oh, echt? Nee, ja, dat weet ik niet. Jij hoest hem altijd. Ja, oh. Ik zet elke keer mijn microfoon uit, jongens. Ik ben zo dom. Oh, waarom? Zat je weer te kletsen tegen je stream? Nou ja, af en toe wil ik even wat zeggen, maar dan vergeet ik hem weer aan te doen. En dan zit ik tegen jullie te kletsen en dan denk ik, waarom zegt niemand wat? Kijk, deze fine goo is klaar. Oké, ik maak nog even 1 keer fine goo, zodat ik nog een flesje kan maken. Dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Ik heb geen wachtwoord, omdat ik geen vrienden heb op Steam. Wat? Heb jij nog fine goo? Ik gooi het weer op de grond. Oh, zonder wachtwoord. Nice. Ja, dan kan ik een flesje maken. Kijk. Oh, kijk nou hoe luxe. Oh, wauw. Ik kan voortaan een flesje water vullen. Hé, maar wij moeten even opslaan. Oeh, wij moeten even opslaan, dan gaan we bij hun even kijken. Ja, gaan we doen. Gaan we doen. Oké. We gaan hem opslaan. We gaan eventjes van deze game uit. Wacht. Ik moet nog even Gerry goedenavond zeggen. Dat heb ik gedaan, hoor. Ja, nou, we gaan eruit. Save world. Exit. Main menu. Yes. Yes. Okay. Oh, okay. We gaan naar de wereld van Kitta DIY. Ja, gelukkig. Ik probeer te joinen, hoor. Daar gaan we dan. Ik ben heel benieuwd. Yo. Ik hoop niet dat het veel te mooi is, want dan word ik jaloers. Oh. Het is heel groot vooral. Nee, ik ben gewoon vooral heel... Oh, het is zo knus. Hier hebben we zelfs kleedjes. Wat heb jij aan? Oh, jij ziet eruit als die gast van Monopoly. En jij moet je even op komma drukken, dan kan je het zien. Oh mijn god. Wat heb je aan? Wat heb je op je hoofd? Mijn bolcap. Beschermt dat tegen die haai. Ja, het is niet heel mooi. Oh, hier hebben jullie ook vet van schoenen met... Schoenen met bloemetjes. Oh, het ziet er zo gezellig uit.
Oké, wacht. Ik ga even naar buiten kijken, hoor. Even wachten. Oh, en de haai komt soms even door de voordeur. Oeh, jullie huis is echt heel nice. Ja, het ziet er goed uit. Oh, en jullie doen die masten gewoon er bovenop. Ja. Hé, hey, dat is slim. Oké, ik ga even naar binnen, hoor. Oh, ik wil hier wonen. Het is zo gezellig. Tadaa. En we hebben hier twee gevangen matten. Kijk nou. Slaapkamers. Hierin heb ik mijn verf zitten. Oh, dat is zo leuk. Wat heb je hier? Oh, hier is het werkplekje. En ook storage. Oh, handig dat je overal ook gewoon een kistje bij zet. En hier slapen jullie. Niet, nooit. Nooit, hier staat bij nooit. Maar het staat wel leuk. Alleen als we doodgaan. Het staat er wel. Ja, het staat wel heel leuk. Oh, je kan hier ook nog naar boven. Oeh. Ja, oh ja, dat is voor de masten. Ja. Ah, slim. Ja, ik zie de haai hoor. Hij zit bij jullie zelfs als bij ons. Ik ga ze aan mijn chat vragen wat ze vinden van jullie vlot hoor. Maar als ze die van ons gewend zijn, dan denk ik dat ze het heel leuk gaan vinden. Je hebt ook mooie plantjes. Oh, oh, cute. Ik wil hierin. Oh. Waar ben je? Ja, tussen de diertjes. Oh, deze is zo lief. Boomy. Of Boomy. Dit is Boomy. En dan hebben we... Oh, je kan ze ook... Hoe heet deze? Ik kan niet lezen. Plofkip. Oh, dat is zo leuk. Plofkip. Oh, je hebt Pino. Pino vast. Ja, Pino vast. Dit is Nugget. Nugget. Oh, deze is ook schattig. Kan ik die ook optillen? Ja, kijk, dit is, ik ga hem niet meer loslaten. Dit is mijn nieuwe vriendje. Kijk, hoe heet deze? Hoe heet hij? Hoe heet hij nou? Mango, for some reason. Mango, oh ja. Yeah. Oh, deze is... Dit is berry. Kijk, hier rondlopen met al die beesten. En krijg je daaruit geitenmilk? Heb je daar die bucket voor nodig? Dus... Ja, klopt. Ja, ik snap het. Oh, ik ga deze meenemen. Ik ga hem meenemen naar mijn eigen vlot. Ik ga hem ontvoeren. Doei, was gezellig. Ik ga. Kom mee, Mango. Ik neem je mee naar mijn slaapkamer. Stelt ze nou een geit? Nee. Ja. Nee. Ik heb een geit mee naar bed genomen. Hij is zo cute. Nee hoor, ik zal de geit weer netjes terugbrengen. Oh, oh, help. Oh ja. Oh, ja. Even kijken, waar moesten ze ook weer heen? Dat is echt ziek dit hoor. Ja, het is echt leuk hè? Ik vind vooral het is ook gewoon heel leuk om in te richten ook. Ja, dat geloof ik echt wel. Dat vind ik al met die muren en die dakjes. Wat is dit allemaal? Engines en zo. Dat ziet er ook wel nice uit zo. Ja, daar kan je op een blueprints voor vinden. Wat kan je? Kijk hem met zijn hakmes joh. Oh ja, die kan je ook een blueprint voor vinden. Maar oh, jullie zijn hier binnen? Yeah. Hallo? En de bloemetjes. Oh, hier is oh, die kan je ook uiteindelijk gewoon verbouwen. Hoe komen zij aan al die dieren? Deze wordt gevraagd. Voor de bijen. Want mensen, die maken honing. Mensen vinden het prachtig. Wordt er gezegd in de chat. En ze vragen hoe jullie aan al die dieren komen. Ja, die, als je uiteindelijk die GPS-dinges hebt. Ja. Dan kan je naar groene puntjes heen varen. En die groene puntjes die zijn meestal grote eilanden. Met vaak ook dieren erop. Ja. En die kun je vervolgens weer vangen. Ja, die dieren kun je vangen met een netcanister. En dan heb je ook van die netten nodig die je kan schieten. Heeft er iemand trek in ei, toevallig? Wat zei? Heeft er iemand trek in ei? Ja, ik heb ook een ei. Ik heb 7 eieren. Waar waren jullie de eieren? Oh, ja, zelfs een sprinkle system. Volgens mij gebruiken we die voor biofuel. Oh ja, die kan je meteen in deze dingen doen. Oké. Okay. Kijk nou, helemaal zelfvoorzienend zijn ze geworden, joh. Ja. En wat is dit dan? En dat zorg voor stroom of zo. Ja, precies. Ja, dit is voor fuel. Voor de biofuel. En die, Oh, kan ik jou in. Deze dingen die maken fuel, deze machines. Ja. En dat doen we hierin. En die gaan door die pijpen, gaat het naar al die engines eigenlijk. Ik kan niet zo goed zien. Oké, joh. Dit is een battery charger. Die gaat ook op fuel en die laat de batterijen terug op. Ja, handig. Kijk haar hard werk alweer. Ja, ik zie niet zoveel. Het is
zit echt heel grappig. Oh, het is super cool, hè? Maar het is dus echt... Oh, die diertjes zijn echt heel leuk. Wij zijn echt aan het begin. Is dit jouw vlot? Ja, dit is ons vlot. Hier zitten Rick en ik. En Kitta en Jessie zijn bij ons op bezoek op ons vlot. Leuk geprobeerd, leuk geprobeerd. En wat zit hier? Oh ja, waar liggen de planken? Oh, dit is onze veel te grote farm. Oh, dit lijkt wel een greenhouse. Oh, dat ziet er erg leuk uit. En die battery dan zo in het midden, die sprinkelt het weer met dat water. Ja. Dus dan hoef je niet elke keer alles met dat bekertje moeilijk water te geven. Maar je moet wel vullen, zeker? Ja, nee. Daar gaan we met die pipes die hier aan de buitenkant gaan, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, dit is een water refiner, zeg maar. Een automatische. Oh. Kijk eens. Heb je dat zelf allemaal zo aangesloten? Die zuigt water op, refined it en... En met die pijpen dan, ja, wordt dat naar al die sprinklers gestuurd. Zo wat leuk. Luxe, in en out. Ah, het ziet er echt zo mega tof uit. En die stukjes bouw je dan ook helemaal zelf zo overal naartoe? Ja. Als ik het zo zie, dan besef ik echt hoeveel tijd we erin hebben gestoken. Ja, dat heb ik als ik over mijn Animal Crossing eiland heen loop. Holy crap. Als ik bij mijn Animal Crossing... De hele buitenring is gemaakt van dat ijzeren... Oh, goed bezig, beschermdinges. Ja, dus die haai kan het echt niet kapot bijten. Dus wij hebben geen last meer van de haai als we hier gewoon opstaan. Nee, beter. Nice. Maar komt hij dan en kijk, wel... kijk dit ding dan, hè. Nice. Je engine hier. Ja. Waar? Holy crap. Ja, dit is nog niet helemaal af. Die moet die pipeline die moet hier nog naar deze engines doorgaan. Maar... Oh, jeetje. We hebben geen scrap meer. Dat is wel leuk, want dit vind jij allemaal wel leuk, denk ik, om zo allemaal in te richten en te bouwen en zo. En laat mij wel lekker de kinderboerderij maken en de greenhouse en het huis inrichten. En die kat, hij staat hier ook, hè? Ja, ik zag hem, ja. Ja, lucky cat. Oh, jullie hebben echt vet veel van die storage dingen hier zo aan de zijkant. Echt super veel. Oh, en dit handig met nodig. Die dingen eronder, dat kan dus gewoon. Ja, organisatie. Als je in sommige dingen kijkt, zit het echt gewoon vol. We hebben heel veel plastic. Ja, we hebben heel veel plastic. En planken zie ik nu, wauw. En deze is leeg. Oh, deze er zijn hier ook een paar leeg, maar wel netjes georganiseerd, hoor. Ja, heel netjes. Nou, dat gaan wij volgende keer doen. Oh, jullie hebben ook vet veel hoofden. Ben ik nu een beer? Ja, je bent een beer. Druk maar op komma, kun je het zien, toch? Oh ja. Oh ja, nee, dat kijk niet zo heel vriendelijk. Je hebt ook een Van de achterkant ook een ben ik wel cute, kijk maar. Ook deze vogel. Maar je moet niet zo voor kijken. Of warthog. Of kan die niet anders? Ja, geweldig. Hier, deze. Wat is dat? Wat is dit? Ja, ik weet dat het niet. Dat is een enorme pufferfish. Het is echt heel lelijk. Oh, zo'ntje. Ja. Deze beter? Oh, maar jullie bewaren ze wel allemaal. Dit is gewoon voor de gekostumeerde feestjes. Het is gewoon voor roleplay. Ja, precies. Blup, 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 blup. Kijk ook die schaduw van jullie vlot, man. Ja. We kunnen ook even gaan, zeg maar. Wow, jullie eilanden zijn hier. Ja, leuk. Ik wil zien hoe dat gaat, ja. Jullie eilanden zijn hier ook veel groter. Het is wel heel irritant, want die engines moet je één voor één aanzetten. Oh, echt? Oh. Ja. Ik hoop dat ze er nog iets voor gaan toevoegen, dat je... Gewoon een centrale aansturing. Dat je gewoon kan zeggen en go. Ik heb deze aangezet. Volgens mij gaan we nu wel... Ik heb ze aangezet. Even naar achter. Oh. En die werken dus met die biofuel. Ja. En jij moet in je hok. Waarom loop jij er buiten? Ga eens hier. Ik moet even eten. Ik heb even die kip teruggestopt. Je moet even de deur opengelaten hier, denk ik. Oh, shit. Oh, leuk. Ik heb nu al zin om zelf ook echt zo'n boerderijtje te maken. Dat is leuk. Die beesten die gaan wel gewoon overal. Ik heb hem hier wel dicht gedaan, hoor. Dus hij zit hier in het hokje. Maar hij zit... Ja, ik heb hem al weg, ja. Ik dacht, ik pak even dat ei op. Maar oh, ik zit ook nog steeds in deze mode. Dat speelt ook niet lekker vandaar. Oké, okay, daar gaan we. Ik kan Boomy ook scheren. Iemand heeft hier een ei neergelegd. Precies in de deuropening. Ah, dat is vet moeilijk om te pakken. Ik heb zomaar het idee dat er één motor niet draait. Jij daarheen. Want we draaien rondjes. Snel de deur dicht. Oh nee, ik ben aan het sturen. Hoe kan jij er doorheen? Oh, oké. Dat kan toch niet? Oké, nu jij bent er ook uit. Ja, kom maar. Nu moet ze weer omgedraaid worden. Dan gaan we weer vooruit. Oké, ik heb weer... ik heb er ongeluk een bloemetje geplukt, denk ik. Sorry. Ik zal hem weer netjes terugstoppen. Ik weet alleen niet waar die vandaan kwam. Oh, zijn dit die bomen dingen? Ja, ik begin al pijn in mijn oor te krijgen, inderdaad, jongens. Oh, van mij?
Nee, van mijn koptelefoon. Altijd na 2 uur begint bij mij mijn koptelefoon pijn te doen. Oh, echt waar? Oh, dan weet je wel precies hoe lang je aan het streamen bent. Dat is wel handig. Ja, precies. Je moet echt een view hebben. Ja, dan krijg je als die andere kant niet is aangesloten. Oh, jullie hebben zelfs bijen dingen. Oh, die... Ja, die pijpleiding ligt natuurlijk niet... Moet ik eieren rapen? Ik vind het goed hoor. Ja, zijn niet nog meer eieren. Als ik nou dit beest heel hard schud, komen er dan meer eieren uit? Adinda, in welke storage bewaren jullie bloemen? Dan kan ik daar dat bloemetje in stoppen die ik per ongeluk heb geplukt. Even kijken of ik het herinner. Hoe lang heb je het nu niet geschud? Hier zo. 2 weken niet, toch? Zoiets. Ah ja, ik kan hem gewoon... nice, ik heb hem erbij gedaan. Yay! Ja, wel, daar gaan we. Yay! Doe dat lelijke ding alsjeblieft van je hoofd. Ja, dat is steeds die vis op je hoofd. Krijg je uiteindelijk ook wel gewoon mooie dingen. Dat ziet er beter uit dan dit, vind ik. Ja, dat is waar. Dit is ook apart. Je ziet er niet uit als jullie zijn als nog steeds aan het omkleden? Nee, heus niet. Kom betrapt! Kijken. Hij stond al naast me. Oh, dat heeft de batterij is leeg. Hey, Adinda. Ja? Moeska. Hey, weg geweest, joh. Joehoe. Heb je friendly fire aanstaan? Nee. Nee, ik heb ook alleen maar een schephaak. Kill! Ik ga je flippen. Nee! Oh, nee! Ja, kan niet, hè? Oef. Kan je niet doodmaken, helaas. Zo. Oh. Kijken. Kijk, hier hebben zij dat gouden dingetje staan. Hij staat hier ook gewoon op een plankje. Ja, ja leuk, hè? Dat hebben jullie nice gedaan, hè, jongens. Ja. Dankjewel. Ja, het ziet er erg leuk uit. Heel tof. Ik vind vooral als je naar boven komt, die verdieping heel leuk. Oeh, willen jullie sturen? Sturen? Willen jullie sturen? Oh, het is zelfs paars. Ja, wie denk je dat dat heeft gedaan? Ja, dat kan er maar één wezen. Ja, wie denk je dat daar niet helemaal mee eens is? Maar kan er ook maar één wezen. Ja, ik heb ook blauw in verwerkt. Ik vind het wel leuk. Oh, jongens. Ik heb wel echt heel veel dorst. Oh. Maar ik heb geen beker. Hier. Oh, huh? Hoe kom jij zo snel aan dat flesje? Zie je? Oh, ja. Sorry. Thank you. Oh, dat vult wel lekker, zeg, die flesjes. Dat is wel echt een verbetering. Dan die, En kijk hoeveel zooi er in onze net komt. Oh, inderdaad. Ja, oh, daar kunnen wij alleen maar van dromen. Ja, ik heb nu wel net helemaal de hoek omgebouwd, hè, bij ons. Ja, dit is inderdaad wel een hele betere organisatie, zo. Ja. Het is met een raft die je niet kan sturen, is het wel een stuk lastiger om ze goed te krijgen. Dat geloof ik wel, ja. Oh, dat ding ziet er echt top uit. Kijk nou toch hier. Dat geluid is ook zo lekker. Oh. Ik ga dood. Ja, echt. Oh, waarvan? Oh. No. Heb je honger? Oh, hier. Oh. Hier. Ja. Water? Ja. Oh, er vliegt allemaal water hier in je oren. Hier ligt ook vast van meloen. Oh, hij vliegt weg. Wat was dat? Het water nam me mee. Oh, nee. Dat is lekker. Dank je. Ja, jullie hebben wel echt alles hier. Wat is dit voor een boom? Een bananenboom. Bananenboom, ja. Boom? Oh, wat leuk. En die kan je hakken en dan komen de banaantjes uit. Oh, hier. Ja. Oh, heel tof. Ja, die hebben we dus nodig. Waar kunnen we van die bomen in verbouwen? Ja, hey, maar daar hebben we steeds dingen niet voor. Gerry maar inderdaad. Gerry is dood. Oh. Nice. Ja, dat is bij ons precies hetzelfde. Ik wil ook een kapmes. Ja, bij ons is het alleen een beetje lastig, want we hebben geen idee waar die zit, iedere keer. Ja, dat is wel even. Ik ren er overheen. Ik heb alles opgepakt. We hebben zoveel farms en iemand wil de bloemetjes rond de ramen, dus ik heb... ik heb geen idee waar die vogel zit. Oké, ik ga even kijken. Ik heb hier planken voor jullie. Ik ga even alles aanvullen en organiseren. Oeh, yeah. Maar ik doe het wel netjes. Dit is de hele plankenkant. Plastic zit vol. Oké, ik zet de engines weer uit, want ze zijn super loud. Ja, wel top. Ja, gewoon in de wind. Ja, echt netjes georganiseerd, joh. Ja, we hebben heel veel... Ook nog een paar leeg. En ook gewoon bekertjes voor het bezoek. Alles.
Ja. We hebben niet eens aan gedacht, was gewoon, we hebben altijd gewoon net... Oké. Ja, dat was mijn bezoek, ja. Net als die costume party. Ja. Eigenlijk hebben we ook een gast uitgenodigd. Oké, nu ik heb toch nu wel trek. Ik eet een geit. Nee! Oh nee, oké. Draaien. Hebben jullie iets te eten hier? Oh, rondje draaien. Oh, wel snel. Thanks. Ja, ik stuur hem nu gewoon even. Het is echt luxe om jullie vlot. Gewoon eten wanneer je wil. Je hoeft niks te vangen. Geen haai. Hij lijkt het. Hij is nog leuk om dood te maken. Ja. Ja, hè? Je springt af en toe nog in het water. Gewoon om met die haai. Gewoon voor de fun. Ja. Maar wat fijn die netten zo. Dan heb je echt zoveel loot. Zonder dat je zo moeilijk hoeft te doen. Dat moeten wij inderdaad ook echt gaan bouwen. Oh, wat moeten we gaan bouwen? Dat die netten gewoon zo lekker zitten. Ja, dat heb ik. Dat was ik aan het doen. Ja. Maar niet zo groot als dit, want ons vlot is nog niet zo lang. Maar ik heb hem nu wel bijna helemaal de hoek om, zeg maar. Kijk, en dan kan je elke keer gewoon al die kisten weer aanvullen. Ja, dat is nice. Ja, maar wij moeten ook gewoon wat meer vlot gaan bouwen, denk ik. Ja, in plaats van alleen maar een mooi hutje. Nou ja, dat maakt niet zo uit. Dat mag ook, maar... Ja, ik denk dat we wel wat meer de breedte in moeten gaan. Ja, hè, dat denk ik ook, ja. En dan met van het ijzer, hier zo aan de zijkant. Maar nu is het ook handig, want nu weet je tenminste ook een klein beetje... Dat ijzer wat is je... wel echt heel duur daarom. Ja, ja, I know, hè? Ik heb het bij één dingetje gedaan. Maar ja, het werkt wel. Het is wel super handig. Ja. Ja. Totdat je je rafter groter moet maken. Maris, oh, Gerry is dood. Adinda, oh, Rick, yes! Ja. Ja, zo gaat het ongeveer wel, hè? Ja. 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 Een stinkvogel. Is het dan altijd? Een stinkvogel. Hey, iemand die zegt, hey, ik kom na 2 uur terug en er is zoveel veranderd. Ja, maar we hebben snel gebouwd, joh. Wil je niet weten? Snel gedaan, hè? Oh, ik heb trouwens een traanoog, joh. Ik zit de hele tijd tranen weg te halen, maar ik blijf maar tranen. Stiekem zit ik gewoon te huilen van jaloezie. Ik denk dat het voor ons zometeen ook tijd gaat worden om te stoppen. Ja, mijn oog is echt klaar ermee. Het is echt, ik zal je ook heel eerlijk zeggen, dit ontmoedigde me ook wel een beetje, hoor. Kijk hoeveel we nog moeten doen, liefje. Ja, maar dan moet je niet naar kijken. Weet je, zodra je hier bent, dan heb je niks meer om te doen. Nee. We moeten nou weer wachten op een update om weer iets te doen. Ja, want anders gaan jullie gewoon een beetje erop zitten. Ja, misschien een beetje uitbreiden nog of zo, maar... Ja. Doe gewoon je ding. Lekker op je gemak. Tot er een nieuwe update is. Ja. En dat snap ik wel. Ik... even hoor, want de laatste was volgens mij nog best wel recent. Hebben jullie ook Animal Crossing gespeeld of toch? Niet? Ja, zoiets. Ah, ik kan niet door het raam. Kitta, hebben jullie ook Animal Crossing gespeeld? Een beetje. Oké, dat was wel een beetje zelfde. Maar alleen ik heb een Switch, dus het is ja. Oh ja, dat is het inderdaad. Moet je als om en om, dat is niet hetzelfde. Maar wij hebben het echt heel veel gespeeld. Ik heb daar ook echt 250 uur speeltijd in zitten. Oh ja. En dan is je eiland uiteindelijk echt zo vol en gebouwd. En dan heb je ook wel inderdaad dat je denkt van ja, ik weet nou niet zo heel goed meer wat ik moet doen. En de updates zijn elke keer alleen maar voor het spel. En ik wil eigenlijk bijvoorbeeld heel graag in de update dat je gewoon... free build hebt of zo. Zo'n sandbox mode. Weet je, dat je uiteindelijk gewoon alle spullen hebt. Het hele eiland erbij kan bouwen of zo. Honger. Maar ja, dat kan niet echt. Kan ik deze bijen eten? Nee, wat sta jij daar met die grote gast? Ik ga dood, ik heb honger, ik kan niks meer zien. Ik heb hier een klein vlees. Ik ben zo blij bij. Oh nee, jongens, help! Ik wil er ook één. Oh, waar ga je heen? Dit is mijn knuffel. Hier ligt ook hartstikke veel eten trouwens. Oh nee! Oh, ik ga mijn geit in veiligheid brengen. Of niet? Waar is mijn geit? Nee, geit! Je zat aan de verkeerde kant van het hek. Ik zit vast! Blijf daar. Oké. Okay. Ja, ben je er weer wat uit? Een grapje, maar uiteindelijk ging ik toch best wel dood ervan. Best wel een beetje. Een beetje. Wat zit hier binnen? Oh ja, dit was de greenhouse. Oké, okay, ja, sorry, waar kon ik eten? Waar ik ben hier zo. Oeh. Minder bij de kist die bij de voordeur hangt. Hier zo in de kist. Echt allemaal eten, deze onderste kist. Oh, dit is de keuken. Kijk eens. Dan kan je soep maken. Oh, ja, ook nog. Zullen we wat maken? Eens even kijken, wat hebben we? Dit zijn die recepten. Ja. Wat kunnen we maken? Oh, wat lekker, wat luxe. Shark dinner. Fish stew kan. Fish stew.
Oh ja, dat wil ik wel. Dus, ik lust eigenlijk geen vis, maar hè, vooruit. Ik eet het op mijn eigen eigen vlot ook. Alleen zijn we wel de bucket kwijt straks. Oh. Ja, dan zijn we wel de bucket kwijt. Oh, dat is niet handig. Volgens mij geen scrap meer. Oh. Ik heb twee scrap. Oh. Oh. Ik kijk, één. Hier. Heb ik net opgepakt. Ik heb het gewoon zomaar in je hut gesmeten eigenlijk op de grond. Hier. Die, En dit is wel een beetje gevaarlijk eigenlijk. Ja, die kost, netjes opgeruimd. Kijk op scrap. Dus daarom heb ik geen scrap meer. Ik heb ook nog wat steen en aardappels. Hoe kom ik alweer aan die aardappels eigenlijk? Misschien heb je die net gepakt. Stiekem zitten pakken. Ja, ik heb een bucket. Ik ga een geitje melken. Kijk, ik wil het zien. Hallo daar, Barry. Barry. Nou, wat makkelijk. Mijn oog, hou maar niet op, joh. Wat zit er in mijn oog? Tranen. Als ik zo meteen deze stream ga afsluiten, heb ik helemaal een mini-oog. Ik hoor trouwens Gerry. Waar zit hij? Ik heb een einde. Ja, waar zit Gerry hier bij jullie? Hey, hier is hij. Hij is nog weer weg. Ja. Waar staat hij? Hij heeft het opgegeten. Ja, hier. Ah. Waar Kitta... Oh. Hij vloog door de bijen heen. Oh ja, dat gebeurt soms. Oh, dit is ook paars. En maak je die dan van paarse bloemen of combineer je dan blauwe en rode bloemen bij elkaar of zo? Nou, je verzamelt zeg maar de RGB kleuren. Ja. En vervolgens kan je dan alle kleuren maken. Ja, oh leuk. Nou, wat cool. Heel leuk. En waar bewaren jullie aardappelen en... In deze grote storage. Hele grote storage. Ja, er is nog een grotere storage. En waar is die? Buiten? Buiten de... Hoe heet het? Oh. Ja, kom maar aan. De kast. Buiten onze farm. Oh. Oh, looks nice. Like a fridge. Oké, okay, dan doe ik daar aardappelen en bieten in. Is het nou een biet? Ik weet het eigenlijk niet. En dan heb ik nog blaadjes. Ga ik die ook nog even netjes in dat kistje stoppen hier zo. Kijk hoor, oh, ik ben dood, jongens. Ik ga alweer dood. Oh. Oké, okay, waar zit ook weer de blaadjes in? Mijn inventory zit vol. Oh, die zit helemaal vol? Eten? Wat? Nee, dorst. Oh, dorst. Wacht, heb je nog een flesje? Ik ga ze allemaal af, hoor. Nul, ik heb niks. Oh, dit is een plastic. Maar is dat het? Ja, ik heb flesje. Oh. Heb jij dan nog twee flesjes? Ik heb twee flesjes. Oh, kom hier dan. Doe maar ik liefst. Ben op zoek naar het kistje met... Nee. Ben ja, weet. Hier, ja. Ja, ik aan had deze kant. Het kistje ja. met hier, blaadjes. Bij Kitta. Oh, nog steen. Oh, ik red het niet meer. Oh, ik heb ook dorst. Oh, dank je. Oh, dat flesje is echt zoveel is handiger dan dat bekertje. Het is echt zoveel beter. Wat fijn, zeg. Oh, ik heb nog een ei nodig. Oh. Jeetje, jullie hebben ook zoveel van die spullen die er de hele tijd binnenkomen. Echt super handig. Ja. Ja, echt. Dat is echt, daar kan ons vlot nog wat van leren. Hebben we de goede visjes? Dat duurt allemaal echt hoor, voordat ja. je dat allemaal hebt. Wat wil je? Oh, we hebben niet de goede vis. Oh. Oh, je kan vanuit hier binnen ook naar die diertjes kijken. Oh, wat een boel spullen, man. Super cute. En die bloemetjes zijn ook schattig zo voor het raam. Ja, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Ook al komen er vogels op af. Hallo? Heel oh, dan kan je vanuit hier zo... Hallo? Nee. U had een vis besteld? Ja, ik heb een biet besteld. Een biet besteld. Ja, die heeft u al. Die hoeft dus niet. Oh, nou, ik eet hem op. Nou, ja, oh, ik kan het wel maken, oké. Echt wel tof. Ja. Oh, ik heb dit nou, jongens. We hebben nog oké, wil je kijken hoe ik een fish stew maak? Ja, ja. Ik wil kijken hoe jij een fish stew maakt. Doe het. Kom maar in de keuken. Ik ben in de keuken. Zo, ik doe ook even één keer een rondje. Ja, dit is wel een wat betere keuken dan wat wij hebben. Het ziet wel wat gezellig. Oeh. Oh, dat is wel spectaculair, hè? Ja. Looks like magic. Het duurt wel even. Nou, we hebben eeuwig de tijd op dit... Vlot. Iemand typt, ik ben in slaap gevallen. Dat is knap. Ja, dat je dat dan kan typen, hè? Is het zo saai? Is het zo saai? Of is het als eerste maar dat het een compliment is? Oh, ik heb echt nog 4 minuten voordat mijn camera weer opnieuw gaat crashen. Dus ik start hem snel opnieuw. Ik was precies op tijd nu. Netjes. Hij duurt inderdaad lang. Voordat het klaar is. Is het ongeveer vergelijkbaar met het bakken van die haai? Volgens mij is die veel langer.
Oh, langer zelfs nog. Ja, dat zou best kunnen, ja. En vult dat ook echt super erg. Laten we even een kommetje maken. Ik vind dit ding ja, echt heel vet. Ja, daar zit ik ook al de hele tijd naar te kijken. Die is leuk, hè? Ja, maar echt. Maar hoe kom je daar nou weer aan? Welk ding? Die kan je ook gewoon random vinden als je aan het vissen bent. Oh, leuk, man. Net zoals die Lucky Cat. Ik hoor Gerry. Ja! Gerry is er geweest. Superleuke stream, Maris. Dankjewel, Eva. Ik zal mijn flesje weer even teruggeven. Wie is Adinda's vriend? Is dat Rob of is dat Roel? Allebei fout. Ja. Het is Jesse. Excuse me? Het is Jesse, hier zo. Zo ziet hij eruit. Het lijkt heel erg op Rick. Ja, zo zie ik er in het echt ook. Ja, uit. Precies zo. Ja, kijk, we zijn tweeling. Ja, wow. Jullie lijken echt op elkaar. Ja. Dansen. Nope, nog steeds niet klaar. Het ruikt wel lekker trouwens. Ik krijg wel trek. Nee, ik moet even kommetjes maken. Ik heb wel weinig honger en dorst op dit vlot. Ik heb hier kommetjes. Gaat een stuk beter. Oh, okay. Joh, je moet die soepbok echt in een kommetje doen. Nou, mooi is het, hè. Ik zie heel veel mensen in de comments dat ze het heel mooi vinden. Ja, maar het is toch ook heel mooi? Ja, het is die echt, van ons gaat ook heel mooi worden ooit. Wat is dit? Dat zijn clay balls. Daar kan je die dingen mee oppakken. Als goed kan je er twee uitpakken. Ja, dat is voor ieder eentje. Het is heel moeilijk hoor, iets oppakken van de grond. Echt, hij lacht super al. Super moeilijk. Oh! Ah! Voor mijn soep! De soep! Ja, kijk nou! Je krijgt hier op dit vlot gewoon je eigen schaaltje. Kijk nou wat leuk! Ik wil dit! Ja, die ziet er wel een beetje creepy uit. Normaal gesproken haal je die vissenhoofden eraf, ja. Toch? Ja! Dat is toch niet de bedoeling volgens mij? Dat is echt verspilling. Wil je het ruiken? Vind ik. Wil je zelf ook? Ja, eigenlijk wel. Ja, je moet gewoon eten. Ruikt hij goed? Ja, hij ruikt heel goed. Oké, dan ga ik hem nu eten. Oké. Dat ziet er ook bijzonder uit. Jij ziet er sowieso bijzonder uit. Met dat ding op je hoofd. Ja, dat is echt heel apart inderdaad. Dank je. Wow, wat krijg ik nu? Ik krijg nu iets van groene etensbalkje dat vult. Zie je dat? Ik denk dat het ervoor zorgt dat je honger minder snel omlaag gaat. Ja. Oh joh, kijk nou. Kijk, wat gaat nu in het groen? Oh, nice. Hey, als we onszelf nou hier helemaal vol eten, hè? En vol drinken. En dan teruggaan naar ons eigen vlot. Hè? Houden we dat eigenlijk dan? Ja, ik zat meer te denken. Wat nou als we al die kistjes even plunderen. En dan naar ons eigen vlot gaan. Wat nou als we gewoon Kitta en Jesse gewoon van het vlot afduwen. En dan pennen we deze naar ons eigen vlot. En dan, Ik dacht toch, ik zal onze gasten even lekker wat hout meegeven. Maar dat moet je ook wel vergeten. Ja, kan dat eigenlijk überhaupt? Nee, jammer hè? Volgens mij niet. Jullie hadden toch ook niet zo jullie bij ons aankwamen? Nee. Ja, alleen een haak. Maar dat ja, is, wij kwamen hier inderdaad ook alleen met deze haak. Deze. Oh, ja. Sorry. Au. Zo. Ik had je bijna. Maar echt in twee keer hier langs lopen heb je net hier zit ons samen. Anker trouwens. Oh, ga binnen. Oh, dat is tof met zo'n houtding eromheen. Oh, wat leuk, dan kan je er ook niet invallen. Hé. Hey. Ja, dat is een slim. Briljante. Ja, heel leuk. Oh, we hebben goede ideetjes opgedaan voor ons eigen vlot. Ja, zeker. Inspiratie. Ja. Ja, ik vind hem echt heel tof. Ja, same. Wat kan je ook echt aan het plafond hangen? Ik krijg wel een beetje, noem je dat? Plantenbakjes? De hangmatten. Oh ja, de hangmatten. De plantenbak ook. Ja, die hebben jullie boven plafond, inderdaad aan het plafond. Maar voor de rest niks, toch? Ja, dit vind ik wel echt heel gezellig hier. Sommige plantpotten kan je ook aan het plafond hangen. Dat is echt heel gezellig zo. Kijk je echt aan het einde pas. Oh ja, maar ze moeten nog even doorspelen. Ja. Oh, en deze kleine tafeltjes zijn eigenlijk... Even kijken waar je bent. Hoe heet dat? Waar ben je? Oh, daar. Ja? Die kan je uiteindelijk ook gewoon knutselen. En dat zijn gewoon... Die is leuk. Dat zijn eigenlijk shelves. Maar die kun je ook gewoon neerzetten. Oh, dat is het Nederlandse woord voor een shelf.
Boekenplank of zo. Ja, ja, boekenplank. Plank. Ja. Gewoon een kassie. Een kassie. Een kassie. Een kassie. En die plant met die plantenpot. Kan je die ook knutselen? Die plant krijg je wanneer je een uitgestorven futuristische stad tegenkomt. Oh jeetje. Oké. Okay. Okay. Ja. Spoilers! Ja. No spoilers. Op zoek naar een uitgestorven futuristische stad. Ja, ja, nog dat. Meer. Ja, check. Meteen ga je doen. Ik zie een eiland. Yeah. Tik het op. Ja, ik zag nog een ander groot eiland. Dat is eigenlijk ook wel leuk om te laten zien. Wil je naar zo'n groot eiland gaan of... Ja, ik denk dat ik zal gaan stoppen, want mijn oog zit echt te tranen als een gek. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik een kattenhaar in mijn oog heb gekregen of zo. Mijn oor valt er ook vanaf, dus... We komen volgende keer gewoon nog een keertje bij jullie langs. En dan gaan ja, we dat vind ik wel leuk. Naar alle eilanden kijken en zo. Als ik geen tranenoog meer heb. Of als jullie weer een keer vervelen van we willen het weer een keer spelen, dan... Ja, mag ook. Met noobs, dan met noobs. Zijn jullie welkom. Met noobs. Als jullie het leuk vinden hoor, voel je niet verplicht. Ja, we hebben heel veel, veel progressie gemaakt. Ja, zeker. We hebben een antenne. We hebben een antenne inderdaad. Maar ik weet wel dat ik mijn hutje erbovenop zeker zo wil, want ik vind het echt heel gezellig. Ik ben alles aan het verzamelen. Wat ga je allemaal... Oh, daar dingen. Ja, die is leuk. Hè? Ik ga altijd rennen en dan alles oppakken. Ja, dat deed ik ook. Ja, dat is echt leuk om te doen. Dat vond ik ook heel leuk. Stiekem is Maris gewoon aan het huilen. Ja, de hele tijd. Ik wil bijna stoppen met spelen. Nee, het is echt vervelend. Ik heb dat soms wel eens. En dan de hele avond blijft je oog tranen. Dat is echt zo irritant. Oh, nog meer. Ja. Even kijken. Zo, dat was het. Ik heb alleen... Ja. Die... En ik heb nog deze, want dit was de enige die ik niet... Oeh, ik heb nagellak op. Dit was de enige die ik niet kon vinden in de kistjes. Die. Kijk wel eens. Oh, kijk. Ik kan je ook mijn haak geven. Wil je die? Dat is toch ongebruikt? Kijk. Hoppa. Die hebben ze toch helemaal niet nodig, joh. Nee, maar ja, het is gratis. Misschien om een ijzer te hangen van de bodem. Hij is gratis. Ik kreeg hem ook gratis. Oh. Nou, ik heb hem bij jullie al zo'n haak gemaakt. Zo'n ijzeren. Ja, ik ook. Die kunnen sneller die spullen onder water mijnen. Dat... Ja. Nou, er ligt er hier nog eentje. Oh nee, dit is een plastic haak. Oh ja, daar heb je dan niet zoveel aan, hè? Oké, dan neem ik die wel weer mee terug. Maar die mag je houden. Oké, neem ik die weer mee terug dan. Oh, nou, thanks voor de rondleiding. Vind jullie ja, bedankt, echt, ja, echt heel tof. En voor de gastvrijheid. Niemand heeft het gezien. Ja, nee, niemand heeft het gezien. Alleen wij. Even kijk dat eiland trouwens. Ik begin bijna te sterven. Ik heb dorst. Maar ik heb geen flesje water meer. Oh, die zag ik net nog. Dat is een huge. Wow, worden die eilanden gewoon uiteindelijk groter dan? Hey, Gerry. Blijkbaar. Ja, ik heb niks anders dan dit ding. Oké, ik ga mijn koptelefoon afdoen, jongens. Want ja, ik ga er ook vandoor. Thanks voor de gezelligheid. Leuk dat jullie onze game ook wilden joinen. Zeker weten. Ik ben bijna aan het uitdrogen en aan het sterven. Ik begin helemaal duizelig te worden nu. Dus als ik hier in één keer dood neerval. Oh, jij zit me al op te wachten daar zo. Nou. Het voelt ook zo dramatisch. Want je scherm wordt ook altijd helemaal zo blurry ervan. Mijn camera is trouwens ook super grappig. Nou, we gaan dan een ander keertje verder op jullie... Ja, leuk. Ja, leuk. Jullie joinen maar weer. Jullie zijn welkom. Lijkt me leuk. Gezellig. Yes. Nou. Doei. 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 Tot snel. Zelfde. Ah, nou dat was gezellig. Kijk, doe ik weer even full camera. Dan kunnen jullie mijn oog de hele tijd zien tranen. Het is echt verschrikkelijk. Ik weet niet waarom, maar hè? Ik heb gewoon tranenoog vandaag. Mijn moeder heet Gerry. Oh, oké, nou in dat geval moet die vogel denk ik maar een nieuwe naam krijgen. Ah, was leuk. Was leuk om het zo samen te spelen. En een eiland is of een eiland. En vlot is echt super mooi. Uiteindelijk wordt ons vlot ook echt zo mooi, hoop ik. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Dat we dan ook gewoon zo'n kinderboerderij hebben. En alles netjes gesorteerd en zo. Het lijkt me vooral ook heel leuk om het in te richten. Dus als we een beetje doorspelen, dan komen we ooit op dat punt aan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit ook mee te kijken. Ik zie het wel. Was leuk zo. Maar het is zo leuk dat vandaag Kitta en Jessie meeneden. Ja, dat vond ik ook. Wanneer ga je weer verder met het lamahuis? Ja, ik heb echt... Ik kan niet alle games altijd blijven spelen. Ik probeer zoveel mogelijk te doen, maar... wat er lukt, lukt er. En wat niet lukt, dat lukt niet. Ik heb mensen die getrouwd zijn en die heten Gerry en Henk. Oh. Nou ja, die weten gelukkig niks van dit spel, hoop ik.
Hey, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en een heel fijn weekend. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet even te liken en te abonneren op dit kanaal. Als je het nog niet hebt gedaan, want dan mis je nooit meer een livestream. Volgende week gaan we weer Among Us spelen. En we gaan de Sheriff mod proberen. Dus ja, hou het kanaal in de gaten. Dan mis je het niet. En dan ga ik nu snel, want dan kan ik mijn ogen even gaan afdrogen. En dan ben ik volgende keer terug zonder tranenoog. Hey, dank jullie wel allemaal voor het kijken. En tot snel weer. Doei!